Goedenavond allemaal. Welkom op deze commissievergadering dinsdag 16 juni. In deze bijzondere opstelling, onze eerste fysieke vergadering na de coronatijd. Het ziet er wat anders uit, maar blij denk ik dat we weer in deze vorm kunnen vergaderen en dat de politieke discussie weer op de ouderwetse manier plaats kan vinden. Dat is mooi. En dan kom ik aan agenda punt 2. Afgemeld heeft de heer Hoedemaker van D66. En die laat zich ook niet vervangen, dus die fractie is afwezig in deze vergadering. En zoals u allen weet is onze griffier Tineke Kuipers ziek. Mevrouw Astrid Gerrits vervangt haar in deze vergadering. En dat zal waarschijnlijk ook de komende tijd ook zo zijn in Tourbeurt met Johan Kok. Natuurlijk wensen we Tineke alle goeds van deze plek. Kom ik aan de vaststelling van de agenda, is de behoefte om daarover te spreken. Ik moet wat meer mijn best doen om het allemaal te overzien, merk ik. Dus als ik u ergens even niet zie, maak dan even wat geluid, dan komt dat goed. Niet, dan komen we aan agenda punt 4, daar heeft zich niemand voor gemeld. Ik zeg maar even dat dat natuurlijk wel mogelijk is als burgers de wens hebben om in te spreken in deze vergadering. Dan kan dat geregeld worden in overleg met de griffie. Dan kom ik aan agenda punt 5, het vragenuurtje. En daar liggen wel vragen voor. Als eerste een vraag van de heer Heling van het CDA. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had een vraag voorbereid. Die ging over onbewaakte spoorwegovergangen. Nou werd ik vandaag een beetje door de actualiteit ingehaald, want er stond al van alles op de website van RTV Drenthe. En ook al een aantal antwoorden op mijn vragen. Maar voor de volledigheid, en voor jullie natuurlijk ook allemaal, zal ik mijn vraag toch stellen. Dan kan de portefeuillehouder wellicht nog wat extra informatie geven. Mijn vraag is, volgens mijn informatie zijn er binnen de grenzen van de gemeente Coevorden nog 2 onbewaakte spoorwegovergangen. De vragen die hierbij horen zijn, klopt deze informatie? Staan deze overgangen op de nominatie om opgeruimd te worden of bewaakt te worden? Wie is hier verantwoordelijk voor? En is daarvoor aanpassing van de infrastructuur nodig? Neem aan de heer Huizing, uit de gang. Ja, voorzitter, ook een beetje gek zo vanaf deze plek, maar het overzicht is er nog wel. Ik ga ze gewoon één voor één bij langs. De informatie klopt in zoverre dat er 2 overgangen zijn die ook gewoon echt gebruikt kunnen worden. Het zijn overigens wel alle 2 particuliere overgangen die echt een erftoegang geven. En er is, of er schijnt zelfs nog een derde te zijn. Alleen dat is er eentje die alleen door het waterschap, voor het waterschap toegankelijk is. Daar heeft de medewerker van het waterschap ook een sleutel, heb ik begrepen, nodig om überhaupt daar het spoor over te gaan. Over die heb ik het nu niet, over die andere 2 wel. Die staan alle 2 op de nominatie om opgeheven te worden. Bij de een was nog iets meer prioriteit dan bij de ander. Nou, wat ons betreft gaan we nu niet eerst de een doen dan de ander. Dan moeten ze alle 2 in één keer. Het zijn vrij uitgebreide acties die ervoor nodig zijn om in ieder geval 1 van de 2 op te heffen. Daar draagt ProRail de verantwoordelijkheid voor. Maar op rijksniveau is de afspraak gemaakt, zoals het dan wel eens gaat, dat de provincie en de gemeente ook mee moeten betalen. Dat is makkelijk misschien het geld van een ander uitgeven. Dus daarover zijn we ook in gesprek met ProRail. Daar hebben wij in ieder geval aangegeven van ja, dan willen we echt beide overgangen gewoon in één keer. En dan gaat het om een kleine bijdrage en de provincie heeft aangegeven dat zij ook hun deel dan willen gaan dragen. Wanneer dat gaat gebeuren, kan ik zo nog niet zeggen. Wel dat wij hopen dat we daar op redelijk korte termijn weer een vervolggesprek over kunnen voeren. En dan gewoon ook echt de concrete afspraken kunnen maken. Op welke manier de niet actief beveiligde overgangen, zoals ze heten, worden opgeheven. En wie welke kosten gaat dragen. En ProRail doet de onderhandelingen met de grondeigenaar? ProRail is degene die verantwoordelijk is om dit inderdaad allemaal rond te krijgen. Ja. En de overgang van het waterschap, die is toch zeker net zo gevaarlijk, ook al heeft hij een sleutel? Ja, dat is alleen dus niet eentje die echt openbaar toegankelijk is. En daar hebben wij dus sowieso geen verantwoordelijkheid in. Wij zullen hem wel in het gesprek ook onder de aandacht brengen bij ProRail. Dat, volgens mij de kern van de boodschap vandaag was, er is 15 miljoen extra beschikbaar. Nou, dan lijkt me dat een mooi om eens te gaan kijken of deze dan ook niet beveiligd kan gaan worden. Het is natuurlijk wel zo, het is een doodlopend spoor. Dus de mensen die in de trein zitten, dat zijn echt inwoners van Emmen en Coevorden. Dus ik vind wel dat wij daar ook een verantwoordelijkheid voor hebben. En dus ook denk ik dat we daar een gesprek met het waterschap over aan moeten gaan. Ja, dat is geredeneerd van passagiers in de trein die er last van zouden kunnen hebben als het misgaat. Volgens mij de algemene redenering is meer vanuit de gebruikers van de weg. En ja, wat dat betreft denk ik dat vooral die verantwoordelijkheid toch echt bij het waterschap en bij ProRail moeten liggen. Want ik zie de vervolgvragen al aankomen. Dat is namelijk ook Coevorden, als jullie dat zo graag willen, dan, dan mogen jullie ook in dit geval een kwart van de kosten gaan dragen. En volgens mij hebben wij een hele hoop ervaring met spoorse projecten. En staan wij vaak wel aan de lat als degene die zelfs 100% van de kosten draagt. Dus laten we dat nou een keertje gaan omdraaien wat mij betreft. Dank u wel. De wisseling van standpunten is helder, denk ik. En de beantwoording ook. Dus volgens mij hebben we hem daarmee voldoende afgerond. Zo, een tweede vraag die er lag is een vraag van de heer Stoker-Pak. Stoker-Huizing. Ja, voorzitter, dank u wel. De aanleiding voor onze vraag is het voornemen van de NAM om tot waterinjectie in de drie gasvelden Oost-Restelijke en dichter bij Schonebeek over te gaan. Voor ons is dit een vervolg op een punt dat in 2017 al zijdelings aan de orde is gesteld. Wij hebben daar toen een schriftelijk vraag over gesteld. Allereerst even een informatieve vraag. De NAM schrijft in haar brief dat de gemeente een rol heeft en ook in de beantwoording van de schriftelijke vragen heeft de wethouder of het college destijds geantwoord dat wanneer dit in zicht zou komen, dus 3 jaar geleden, de gemeente een specifieke rol in inbreng heeft. Wat die rol in inbreng is, weet ik niet, dus ik ben heel benieuwd of de wethouder daarop kan beantwoorden wat die specifieke rol en inbreng dan is. En ik ben benieuwd of het college ook een standpunt heeft als het gaat om het voornemen van de NAM om tot waterinjectie in de 3 genoemde velden over te gaan. Dank u wel. Ook de heer Huizing namens het college. En maar even improviserend, voorzitter. Want deze vraag was in ieder geval bij mij was niet bekend. Maar het onderwerp uiteraard wel. De rol die wij als gemeente hebben, dat hangt mede af ook van de rol die wij krijgen. We hebben een formele rol in het hele traject. Die hebben we sowieso. Dat is een adviesrol. Die adviesrol gaat overigens niet zo gek ver. En er wordt ons bijvoorbeeld in ieder geval niet gevraagd van bent u überhaupt voor of tegen. Maar wel wat vindt u belangrijk. En dan komen we misschien op het antwoord ook van de tweede vraag van de heer Stoker. Van wat is het standpunt van het college? Nou, we hebben eigenlijk, zoals u weet, heb ik ook onderdeel uitgemaakt van de commissie die de herafweging van de waterinjectie een aantal jaar geleden begeleid heeft. En ook in die commissie hebben we heel duidelijk gezegd van wat wij belangrijk vinden is dat het moet gewoon op een veilige en gezonde manier moet dat kunnen plaatsvinden. Dat is voornaamst toetsingskader. Wat nu ook weer aan de orde zou komen zijn uiteraard die 2 punten. Een derde punt wat aan de orde zou komen is waterinjectie nog steeds de voor het milieu ook meest verantwoorde manier om te gaan met dit water wat vrijkomt bij de productie of het naar boven halen van het gas en de olie. Olie gaat overigens om in dit geval. Dus die vragen die zullen wij ook weer meenemen. Wij hebben geen principieel standpunt ingenomen van voor of tegen. Dank u wel. Nog een kleine vervolgvraag, geloof ik. Ja, voorzitter, dank u wel. Waar ik nog wel benieuwd naar ben is of het voornemen van de NAM of dat ook zeg maar nog onderwerp van gesprek gaat worden in deze raad op enig moment. Nou, volgens mij gaat u in ieder geval er als raad zelf over als het gaat om de agenda, dus u kunt het sowieso agenderen. Er ligt ook het aanbod, volgens mij heeft de NAM dat in de brief ook gedaan, van nou, wij willen graag meer over vertellen. Misschien dat dat een goed stappunt is voor een, nou, in ieder geval het op goede vlieghoogte komen van waar hebben we het precies over. En kan dat vervolgens een aanleiding vormen om ook te kijken welke rol uw raad daarin wil nemen. En uiteraard willen we daar graag in faciliteren. Dank u wel. Misschien is het een idee om die suggestie even mee te nemen naar de agendacommissie. Ik kijk maar even de commissie aan om te kijken hoe we dat op de agenda kunnen plaatsen van de raad. Ja, akkoord? Oké, dank u wel. Dan ben ik door de vragen die ik voor heb liggen doorheen. Ik zie niemand meer gebaren maken. Dus dan hebben we daarmee agenda punt 5 afgerond. Dan gaan we naar agenda punt 6. Dat is wat een bijzonder voorstel, omdat het een bekrachtiging geheimhouding betreft. U kunt wel een vraag stellen over het openbare raadsvoorstel. U kunt geen vragen stellen over de onderliggende stukken, omdat we hier in de openbaarheid vergaderen. Mocht u wel behoefte hebben om die stukken te bespreken, dan moeten we daar een besloten moment voor in de raadsvergadering creëren. Dus ik vraag u helder aan te geven of u behoefte heeft aan bespreking van deze stukken, dan wel een vraag heeft over het raadsvoorstel. Iemand? Niet, dan kan het voorstel zo door naar de raadsvergadering. Dan gaan we naar agenda punt 7. Dat is de raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken. U kent de procedure. Een korte vraag is toegestaan of een korte opmerking. En ik stel voor dat we ze even bij langslopen. A1. Ja, de heer Blanken, PvdA. Dank u wel, voorzitter. In dit stuk over de subsidieverordening van kinderopvang SMI wordt gesproken over dat er niet meer dan 22 uur kinderopvang per week wordt verleend. Ik was even benieuwd waar die 22 uur op gebaseerd is. Ja, de heer Huizing natuurlijk, jeugd, ja. Ja, dit is een grensgeval inderdaad. Overigens niet degene die gebruik maken van de regeling. En 22 uur, dat is gebaseerd op aan de ene kant ervaring in de afgelopen jaren. Van hoeveel uur zien wij nu dat de afname is die ook geïndiceerd wordt. Dus voor alle duidelijkheid dus niet iets wat dat ouders kunnen bepalen, wij willen zoveel uur. Nee, je geeft aan dat er een aanleiding is om SMI aan te vragen. En dan wordt dat vervolgens wordt dat toegekend. En die 22 uur is ook gebaseerd op 4 dagdelen kinderopvang. Want een dagdeel kinderopvang is 5,5 uur. Dus dan komen we precies op die 4 dagdelen hiermee. En nou, onze ervaring, zeker uit de afgelopen jaren, is dat we hiermee ruimschoots toe moeten kunnen. Dank u wel. Verder niet op A1, A2. Oh, excuses, mevrouw Katerberg, CDA. Ja, dank u voorzitter. Nou, meer een opmerking. We vinden dat dit goed geregeld is op deze manier. En ook fijn dat het voorleggen aan de adviesraad Sociaal Domein heeft geholpen om de regeling duidelijk te maken. Ik vind dat ook wel even vernoemenswaardig. Dat hebt u bij deze geadresseerd. Dank u wel. Dan kunnen we nu naar A2. Ja, mevrouw Katerberg, CDA. Ja, dank voorzitter. Wij willen dit ingekomen stuk graag als bespreekpunt agenderen voor de volgende commissie. Want het lijkt ons goed om met elkaar als raad te komen tot afspraken over de strategische agenda. Hoe weet de raad welke bespreekpunten de komende tijd op de agenda staan? Ik zal nog even verder toelichten, want dat is misschien voor de volgende keer wel goed. Dank. De CDA-fractie vindt het belangrijk om zich goed te kunnen voorbereiden in de beeldvormende fase. Gaan wij er bijvoorbeeld mee akkoord dat wij pas voor het einde van dit jaar horen welke ontwikkelingen met betrekking tot de binnenstad gaande zijn? In deze brief wordt genoemd dat het college na deze factsheet wel weer wil stoppen met het maken van factsheets. Het was in de cyclus beter geweest als deze volgens toezegging al eerder in het voorjaar was gekomen. Wellicht kunnen we hier ook de manier waarop we... Oh ja, nou dat stukje. En wellicht kunnen we dan ook meteen de manier waarop we met de lijst van toezeggingen omgaan meenemen. Het gaat allemaal een beetje over controle. Dus de strategische agenda, factsheets en de lijst van toezeggingen. Dank u wel, helder. Volgens mij zag ik al heel een deel instemmend geknikt, dus het lijkt me overbodig om nog verdere steun te vragen. Ja, zo, ja, pak nog op hetzelfde punt. Even heel concreet, naar de volgende commissievergadering zegt u. Ik zit even te kijken of we hebben volgens mij een hele drukke agenda. Zou het ook kunnen dat die bijvoorbeeld in de eerstvolgende daarna zeg maar besproken gaat worden? Als wij nou ook als zelf de boel op de lange baan gaan schuiven. Maar ja, als het heel vol is. Ik vind het wel iets om een keer goed aan bod te hebben. En ook eens even echt met elkaar van gedachten te wisselen van wat willen we nu. Dus. Ja, als voorzitter dan hou ik u meteen voor dat goed ook betekent dat je er goed de tijd voor moet nemen. Maar misschien is dit ook iets waar de agendacommissie zich even over kan buigen. Kunt u daarmee leven? Ja. Oké, verder nog op dit punt. Ja, Blanken nog. Ik wil nog een kleine opmerking over de layout maken, want het is wel lastig leesbaar op deze manier. Dank u wel, waarvan akte. Verder niets, dan gaan we naar A3. Ik zie niemand, A4. Ook, ja, mevrouw Driehuis-Pak. Nou, dat was eigenlijk nog eventjes over A3, maar ik was niet snel genoeg met mijn vinger opsteken. Er wordt in het stuk gesproken over dat er nog geen signalen zijn op onrechtmatige aanvragen. Maar wie gaat er straks signaleren dat er onrechtmatige aanvragen zijn en wie gaat daar dan vervolgens op handhaven? Daar was ik eigenlijk even benieuwd naar. En dit gaat over de touw en dergelijke, neem ik aan. Even, kijk even naar het college wie hem oppakt. Je Brink mogelijk. Ik kan in ieder geval iets zeggen over de TOZO. En de TOZO 2 die nu aan de orde is. TOZO 1 wordt nauwlettend geregistreerd. Maar we zijn wel gebonden aan de uitspraken die het departement bij monden van de staatssecretaris en de minister gezegd hebben, dat wij aanvankelijk zonder enige schroom, zonder enige terughoudendheid moesten uitbetalen. En dat heeft ons toch niet weerhouden om toch wel goede registratie bij te houden. Om ook in ieder geval in de evaluatie te kunnen zeggen of dit soort regelingen op deze manier ook echt bijdragen aan het voortbestaan van een aantal ZZP'ers en zelfstandigen. In de TOZO 2 is het anders geregeld. Daar is ook weer een vermogenstoets en daar is een inkomenstoets van de mogelijke huisgenoten. Dus de TOZO 1 is bijna zonder enige drempel toegankelijk voor mensen met een ZZP-status. En dat geldt zowel voor bijstand als voor leningen op kapitaal. Ja, ik zie dat het zo goed is, geloof ik. Dan kunnen we nu wel door naar 4. Dan zie ik niemand op 5. De heer Mulder, PvdA. Ja, deze brief over de bodemkwaliteitskaart die is ook in samenwerking met de RUD opgesteld. Wij spreken straks nog over het functioneren van de RUD. Maar ik was wel nieuwsgierig, hoe is de rolverdeling tussen de RUD en de gemeente in de uitvoering van wat hier in de bodemkwaliteitskaart en de kader of in de nota bodembeheer staat? De heer Huizing, denk ik, ja, namens het college. Ja, even aanstellend en checken of ik de vraag goed begrijp, want die rolverdeling volgens mij is die helemaal niet anders dan in de reguliere gang van zaken. We hebben gewoon allemaal een vastgesteld pakket aan taken en verantwoordelijkheden. Dat geldt zowel voor ons als gemeente, dat geldt bijvoorbeeld ook voor een provincie, dat geldt voor... En de RUD vervult daar een rol in. Maar uiteindelijk is het bevoegde bestuursorgaan en dat is dus of een provincie of het is de gemeente die verantwoordelijk is daarvoor. Dus de RUD vervult alle werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van een van de bestuursorganen. Dat is helder zo, want daar ging het mij juist ook even om van, is die rolverdeling niet anders dan die zou zijn, maar dat dus correct geïnterpreteerd. Dank u wel. Oké, dank u wel. Verder niets, nee. Dan gaan we naar brief 6. De heer Blanken, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Nou, meneer Huizing had misschien wel verwacht een reactie van mij, want dit is eigenlijk een punt waar ik bijna elk jaar wel wat over zeg. Nou ja, goed, ik lees nu in de laatste zin, en daar ben ik wel blij mee, dat er voor het schooljaar 2019-2020 een uitgebreidere toelichting op de leerplicht komt. Nou goed, misschien om een beetje richting nog mee te geven, vind ik het wel, ja, er staat bijvoorbeeld bij het aantal leerlingen, daar staat geen, staat 14 achter. Nou ja, goed, ik zal wat meer dat geduid zien worden. En dat geldt zelfs bijvoorbeeld bij het langdurig verzuim. Waarom is dat zo? Dat wil ik even meegeven. Dank u wel. Ik beluister niet direct een vraag, geloof ik. Nee. Oké. Anderen nog op deze brief, mevrouw Katerberg, CDA. Ja, dank u. In de factsheet wordt genoemd dat er in onze gemeente extra aandacht is voor preventie binnen het basisonderwijs. Dat komt ook doordat toen die tweede leerplichtambtenaar is benoemd. Bij kinderen en gezinnen die zorg nodig hebben is het inzetten van veel deskundigen een valkuil. Dat kan natuurlijk ook gelden voor scholen. We vragen ons af, wordt er ook aan de basisscholen gevraagd wat zij van deze extra inzet van leerplichtambtenaren vinden en of de kinderen er uiteindelijk baat bij hebben. De heer Huizing, ga de gang. Ja, eerlijk gezegd, het verband tussen de inzet van veel deskundigen en wat scholen ervan vinden, die link die snap ik niet helemaal. Wel in het algemeen gesteld, uiteraard is het belangrijk dat hier de goede afstemming plaatsvindt. Nou, we merken ook juist op de basisscholen dat ook daar een toenemende behoefte is om de afstemming te hebben als het gaat om de veiligheid van een kind. En we merken dat de leerplichtambtenaar daar in de nieuwe vorm, dus met meer nadruk op preventie, daar een goede rol in kan gaan spelen. Er misschien juist wel voor kan zorgen dat er niet allerlei verschillende personen zich met een bepaalde situatie bezighouden of nog erger langs elkaar heen werken. Dus die rol zien wij vooral. Uiteraard denk ik in iedere samenwerking moet je altijd het punt van verloopt de samenwerking nog naar ieders tevredenheid op de agenda hebben. Nou, over het algemeen ken ik overigens leerkrachten ook als niet te beroerd om hun mening ook vooral te geven. Dus ik ben daar ook niet bang voor dat dat wel gaat gebeuren. Dus ik denk dat dit een hele goede is. En dat wij, dan kan ik toch nog even kort reageren op de heer Blanken, die mij inderdaad gelukkig niet teleurgesteld heeft. En het terechte punt aansnijdt. Ja, het is mooie cijfers, maar en die hebben we misschien ook wel nodig, maar we zijn eigenlijk veel meer benieuwd naar het verhaal achter de cijfers. Nou, dat gaat bij preventie gaat dat straks weer wat lastiger worden, want ja, wat is nou het resultaat van preventie? Waarschijnlijk eerst een stijging in de cijfers, omdat we er juist heel erg bovenop zitten. En vervolgens zouden we dan de daling moeten zien. Dus ik hoop dat we dat over een paar jaar gewoon zien, dat we daar de goede verklaring dan bij hebben. En dat we ook met z'n allen kunnen concluderen van, oh, die preventie, dat heeft echt zin. Nog een vervolgvraag? Nou, eigenlijk dezelfde. Het is toch gewoon zinvol om de scholen te vragen wat deze inzet doet en betekent. Dan heb je toch een complete factsheet. Alle facts. Ik denk dat je met de school als hele belangrijke speler in dit veld, dat je zeker dat gesprek moet hebben. Maar dan niet alleen wat deze inzet op preventie gaat doen, maar dat je ook gewoon met elkaar echt dat hele open gesprek aan moet hebben over hoe gaan wij nou om met leerplicht. Hoe gaan wij nou zowel als school, in de zin van als eerste partij die daarbij betrokken is, als ook leerplicht vallend onder de gemeente die dan meer zit op de, misschien ook wel soms de repressieve kant. Hoe hebben we dat samenspel nou geregeld? Dus ik denk dat het goed is om die vraag inderdaad aan de orde te hebben, maar dan moet je hem wel echt breder gaan stellen. En niet enkel van, zijn jullie blij met een preventieve inzet? Want eerlijk gezegd weet ik niet of een antwoord, nee, we zijn niet blij, er bij ons zal toe leiden dat wij gaan zeggen, oh, maar dan gaan we het niet meer doen. Volgens mij moet je dan de vraag gaan stellen van, oké, dan loopt er dus iets gewoon niet goed. Maar volgens mij met een preventieve inzet moet iedereen gewoon... Dat kan niet anders dan dat iedereen daar op zich tevreden mee moet zijn. Dus het gaat meer over de manier waarop je het doet. En die vraag die moet je inderdaad in een goede samenwerking aan de orde hebben. En waar gaat dat dan concreet plaatsvinden? Ja, mevrouw Katerberg, als u een brief wilt bediscussiëren met het college... dan zou ik zeggen, vandaag maar even naar de volgende commissie. Dan krijgt u alle ruimte. En nu ben ik streng. Ja, nou, ik vind het wel belangrijk. Ik vind wel dat, dat we dit helder doen. Ik vind dat de kinderen toe... ja, dat u stelt de commissie voor om de brief te verdagen naar de volgende commissie? Ja. Ja. Staat u mij nog één laatste opmerking toe, want misschien kunnen we dat voorkomen. Laten we hier vooral geen heel circus voor optuigen. We kunnen deze mededeling prima meenemen naar onze leerplichtambtenaren, want ik denk dat zij degene zijn die het ook vooral moeten oppakken. En wij niet met z'n allen weer moeten gaan bedenken hoe zij hun werk moeten gaan doen. Wij kunnen inhoudelijk meegeven, dit vinden wij van belang. Dus wij verwachten gewoon van jullie dat jullie en dit punt op de agenda hebben bij de scholen. En dat je daar ook in een volgend verslag over rapporteert. Tevreden zo, mevrouw Katerberg? Ja? Moet ik dat alleen? Nee, moet u even steun vragen aan de commissie. Ja, is vast nogal, misschien is er nog wel iemand te overtuigen die u wil steunen in dit verzoek. Ik heb geen idee. Ik ook niet. Ik zie geen... Ja, de heer Stoker steunt het. Nee, dus... ja, ik steun het. Ik bedoel, ik heb er zelf niet zoveel vragen over, maar als mevrouw Katerberg graag besproken wil hebben, dan zou ik daar niet voor gaan liggen. Overigens, of dat in de volgende commissievergadering moet, daar wil ik er niet. Ik stel voor dat we daarvoor de vaste procedure hanteren. Akkoord? Akkoord, ik hou het vast, net als collega Blanken, en dan gaan we de volgende keer weer erop verder. Prima. A7. Niet A8. Excuus. Mevrouw Driehuis, A7. Ja, dan krijg je ze helemaal in het hoekje zit. Ja, nou op zich prima dat dit op deze manier zeg maar geregeld wordt. Samen met de oude hol. Alleen ik had wel één vraag. Wat gebeurt er straks eind december? We gaan nu nog van 450 plaatsen naar 480. Gaat dat dan weer teruggedraaid worden of blijft het dan 480? Ik denk dat dit Brink is namens het college. Ja, we hebben de afspraak zoals die gemaakt is. We hebben geen nieuw verzoek. Dus ja, ik kan er ook eigenlijk heel weinig van zeggen. Dit proces is volgens mij heel soepel verlopen. In goed overleg met de belangenpartijen, plaatselijk belang enzovoort. Als wij een nieuw verzoek krijgen, zullen we opnieuw moeten wegen. Maar ik heb geen enkel signaal dat dat er komt. Als dat er wel komt, dan zullen wij u weer informeren. Dank u wel. A8. Ja, de heer Bouwers, politieke partij Coevorden. Ja, dank u wel, Coevorden. Dit gaat over eenzaamheid van ouderen. En daar zijn wat brieven voor binnengekomen. Ik ben benieuwd hoe het college hier mee omgaat. De heer Brink namens het college. Uiteraard nemen wij deze brief ons zeer ter harte. Het onderwerp op zich staat ook in deze coronatijd voortdurend op de agenda samen met maatschappelijk welzijn. Ik heb zelf een paar keer persoonlijk contact ook gehad met maatschappelijk welzijn, ook over dit onderwerp. En er is volop aandacht van zowel de opbouwwerkers als het maatschappelijk werk. En ik denk alles wat wij weten en kennen is in beeld. En mensen die we nog niet in beeld hadden en graag in beeld willen komen zijn zeer, zeer welkom, want het is een probleem wat ons allen denk ik heel na aan het hart ligt. En wij doen het uiterste om de eenzaamheid te beperken is een hele moeilijke. Maar om het draaglijk te maken voor iedereen. Dank u wel. Ik heb de indruk dat we verder kunnen met A9. Ja, de heer Bonkers, VVD. Wij zien dat het resultaat van het zwembad in Zwinderen negatief is. Waarschijnlijk komt dat door de coronamaatregelen. We hebben daardoor ook contact gehad met de andere zwembaden. En ook daar is in de begroting het resultaat negatief. Wij zouden graag van de wethouder willen weten, als er een impactanalyse komt, ook naar de andere verenigingen, zoals voetbal, tennis en dergelijke. En dan willen we ook graag weten wat de wethouder kan doen voor deze verenigingen. De heer Brink is van de zwembaden en de sport. Ik heb met de vier zwembaden contact gehad, ook met de drie buitenzwembaden. Die hebben hun zorg uitgesproken over de hele moeilijke start die zij moeten maken in deze vreemde tijd. We hebben echt nog geen enkel zicht op wat het voor consequenties heeft voor hun exploitatie. Want we weten niet wat hun brancheorganisatie doet, wat de sportbonden doen, hè, want de zwemsportbond. En er komen financiële middelen, maar hoeveel dat er zijn en hoe die verdeling zal zijn, is volstrekt nog geen zicht op. Maar we hebben en houden contact daarover. Dat het moeilijk is, dat snappen wij als gemeentebestuur heel goed. En dat u die zorg met ons deelt, dat doet mij goed. Alleen we hebben nog niet het zicht op van wat het nou precies betekent. Maar wij houden vinger aan de pols. En verenigingen zijn in onze gemeente buitengewoon belangrijk. Sport en bewegen is belangrijk. Zwemmen hoort daar nadrukkelijk bij. We hebben onze geschiedenis met de zwembaden. En we hebben dat mooi met elkaar opgebouwd. En dat laten we zo niet vallen. Nou, ik wil alleen zeggen dat we heel blij zijn dat u dit oppakt en in de gaten houdt. Dank u wel. Ik zag aan die kant de heer Holtjes nog op dezelfde brief. Nou, eigenlijk na vanaf dezelfde vraag, alleen de intro van de heer Bonkers. Ik heb contact gehad ook met de voorzitter van het Boswaard Zwinderen. En ik denk dat het goed is om te weten dat de begroting die voor ons ligt, is de begroting voor het coronavirus. Dus de zorg is alleen maar groter, dus de min was al voor het coronavirus. Dus wij hadden dezelfde vraag willen stellen met betrekking tot de zorg en of de portefeuillehouder die kan wegnemen. Maar goed, de portefeuillehouder heeft in ieder geval aangegeven vinger aan de pols te houden. Dat zullen wij als fractie ook doen. Nou, u hebt natuurlijk ook gezien dat dit een Excel-bestand is waarbij geen enkele omschrijving is van welke maatregelen men neemt om een sluitende begroting te krijgen enzovoort. Dus dat vraagt ook wel echt wel even uitleg en overleg met elkaar. Wat is ieders vermogenspositie? Wat staat er op de rol voor vervanging? Dat weten we allemaal uit deze begroting niet. Als we in gesprek gaan, komt alles op tafel. Dank u wel. Dan kunnen we door, denk ik, naar 10. Er is niemand op. 11. Ook niet. 12. Ook niet. 13. 14. 15. 16. 17. Ja, mevrouw Driehuis. Dank u wel, voorzitter. Oh, dank u wel, voorzitter. Ja, op zich, ik heb een van onze woningbouwcoöperaties gesproken binnen onze gemeente. En die zijn ook gewoon niet blij met deze verhuurdersheffing. Die geven ook aan dat goed 70% van die hele heffing wordt verhaald uiteindelijk op de verhuurders. Wat met name de sociale huurders zijn. En daarnaast, zij maken zich op dit moment nog niet zo zorgen dat ze daar geen investeringen zouden kunnen doen in de toekomst. Maar goed, dat gaat er wel aankomen. Dus zij zijn eigenlijk ook, zij zouden heel erg blij zijn als deze verhuurdersheffing eraf gaat. Nou kan ik hier een motie voor indienen volgende week. Maar ik kan nu ook het college vast vragen of zij op voorhand van zo'n motie misschien de toezegging kunnen geven dat zij ook naar de Rijksoverheid kunnen aangeven dat deze verhuurdersheffing eraf gaat. Ik begreep dat de provincie al een dergelijke motie heeft aangenomen. Misschien kan een van de wethouders daar iets over zeggen. En anders komt er volgende week een motie vreemd in orde van de dag. Dank u wel. Ik denk dat de heer Stegen van Wonen is. De heer Stegen namens het college. Ja, dank u wel, voorzitter. De verhuurdersheffing is natuurlijk bekend. Dat is inderdaad voor de woningcorporaties, misschien mag je dat wel een blok aan het been noemen zelfs. Dus ik voel daar zeker in mee. De vraag is even, wat kunnen we als gemeente Coevorden daarin doen? Nou, u roept eigenlijk op om de al in gang gezette lobby richting het Rijk verder te ondersteunen. En daartoe ben ik wel bereid. Dus als wij bijvoorbeeld door middel van een brief of iets dergelijks daar een handje in kunnen helpen, dan zou ik daarvoor zijn. Nou, dan dank ik u bij deze hartelijk en dan hoop ik dat u dat inderdaad gaat doen. Nou, sneller resultaat kunt u niet bereiken, mevrouw Driehuis. Hè? Verder nog op 18, niets. 19, de heer Blanken, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Dat gaat over de huishoudelijk afval op de tip. Bij de recreatiewoning, laat ik het zomaar even zeggen, daar hebben wij in een commissie als een vraag over gesteld. Maar blijkbaar is dit probleem nog niet opgelost. Daarom willen wij ook graag een motie aankondigen om ook te kijken of we hier een milieupas voor recreatiewoningen kunnen krijgen met... daar willen wij dus een motie voor gaan indienen. Om zo toch een beetje richting te geven en te kijken op welke manier dit kostendekkend kan. Dank u wel. Die zal dan volgende week in de raad komen, neem ik aan. Anderen nog op deze? Ja, de heer Sopper, BBC. Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of de heer Huizing mij nu ook verwacht, net als toen bij meneer Blanken. Maar dit soort moties kenden wij nog niet, voorzitter. Een motie van treuren is. Maar deze motie komt wel voort uit het feit dat deze inwoner van onze gemeente zich niet gehoord voelt. Zowel door het college niet als door de raad. En tijdens de digitale commissievergadering van 12 mei jongstleden heb ik al een aantal schriftelijke vragen gesteld die deels beantwoord zijn. En ik zal nu toch nog wel op de rest van de vragen waar geen antwoord op is gekomen, of daar nu wel een antwoord op te geven is. De vragen zijn, kan de wethouder uitleggen waarom er op het ene park wel afval wordt ingezameld en op het andere park niet? En mijn tweede vraag is, er is advies ingewonnen bij de RUD en bij de VNG, er is een antwoord op gekomen. En die heeft vervolgens weer geleid tot vervolgvragen. Kan de wethouder aangeven welke termijn er nog nodig is om er tot uiteindelijk een besluit te komen? Dank u wel. Dit is ook de heer Huizing. Gaat u gang. Voorzitter. De eerste vraag. Er is wat dat betreft geen onderscheid tussen de parken. Alle parken. Misschien dat er één uitzondering is, maar dat heeft dan echt te maken met een specifieke setting van een park. Waar... wel ingezameld wordt. Voor de rest is voor alle parken al sinds heel lang het algemene uitgangspunt, wat zowel door gemeenten als door de parken zelf ook gehanteerd werd, dat dat bedrijfsafval is. En bedrijfsafval, dat weet u, daar moeten gemeentes handen afhouden, want bedrijfsafval is gewoon aan de markt. En als wij daar wel, zonder dat is vastgesteld dat het huishoudelijke afvalstoffen zijn, gaan zeggen, we gaan toch deze inwoners tegen de afvalstofheffing, vergoeding zeg maar die daarvoor staat, van hun afval afhelpen, dan zou de markt daar zelfs wat van kunnen vinden als wij niet klip en klaar kunnen aantonen dat het inderdaad huishoudelijk afval is. Ja, en dan komen we meteen bij de tweede vraag van... eigenlijk wat ik tot nu toe merk is dat ieder antwoord op een gestelde vraag weer minimaal twee andere vragen oproept. Omdat het een dossier is wat heel complex is. En wat wij hebben gezegd is, we hebben nu een hele specifieke vraag vanuit de tip liggen. Maar die kunnen we gewoon niet alleen maar voor de tip beantwoorden. Want die moeten voor andere parken. Dus ook van één of twee andere parken is ook één persoon of twee personen die de vraag hebben gesteld. Van, kunnen wij ook afvalstofheffing betalen en dan vervolgens de toelating krijgen? Ja, wij kunnen niet op... perceelsniveau dat gaan doen, dat moet dan gewoon voor het hele park bekeken worden. Valt u wel of niet onder de afvalstoffenplicht? Dus die vraag hebben we inderdaad uitgezet. Daar is een eerste quickscan op gekomen, maar die riep inderdaad zoveel vragen op dat we hebben gezegd, nee, daar moet gewoon verdieping op plaatsvinden. En vervolgens moeten we ook een antwoord gaan geven op de vraag van ja, en hoe gaan we dat dan vormgeven? Het is geen kwestie van alleen een milieupas, want als wij alleen een milieupas zouden willen, dan zouden we... alleen een milieupas zonder dat wij hebben vastgesteld dat echt huishoudelijke afvalstoffen zijn, dan zouden we naar een weegbrugsysteem moeten. Want dat mogen we ook niet op die manier zelfstandig innemen. Dus ik durf geen antwoord te geven op de vraag wanneer dat gebeurt. Ik weet wel dat daar flink aan gewerkt wordt. Dat de vervolgopdracht inderdaad ook weer is neergelegd of vervolgvragen bij de RUD. Dat de RUD dat oppakt. Dat wij ook bij de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten nog vragen hebben uitstaan. En dat wij zo snel mogelijk wel die helderheid willen gaan krijgen. En dan, nou ja, voor alle parken waar het dan op van toepassing mogelijk kan zijn, dat we dat ook op een zorgvuldige manier doen. Want bij de tip is de vraag er nu heel erg van we willen dit graag. Op de andere parken weet ik niet of men zo enthousiast ervan wordt als men voor het relatief goedkope tarief wat men nu heeft voor het afvoeren van bedrijfsafval straks opeens een rekening afvalstofheffing van de gemeente krijgt die nou, bijna in 100% van de gevallen denk ik behoorlijk duurder zal uitvallen. Dus dan, dat vraagt om een hele zorgvuldige manier van invoering. Dank u wel. De heer Sopper nog bij vervolg. Ja, één vervolgvraag, wethouder. Ik snap dat het een heel lastig dossier is, hè, omdat je voor alle parken één lijn wilt trekken. Dus dit kan nog wel een hele tijd duren voordat er uiteindelijk besluitvorming is. Is de wethouder bereid dan om het afval op vakantiepark, de tip, tijdelijk op te halen totdat er besluitvorming is genomen? Nee, volgens mij kunnen we dat helemaal niet. Wij moeten het besluit eerst nemen dat daar sprake is van huishoudelijke afvalstoffen. Ik zou het eerder willen omdraaien. De tip had gewoon een contract met een particuliere inzamelaar. En volgens mij zou het in de reden liggen dat dat contract dat gewoon verlengd wordt tot het moment dat we misschien wel tot een andere inzicht gaan komen. Volgens mij is dat de enige zuivere lijn die we kunnen kiezen op dit moment. Want anders dan gaan wij ons op de markt van de private bedrijven begeven en dat mogen we niet. Oké, helder. Dan kunnen we door naar de B-stukken. Die zijn voor de afdoening in handen van het college. B1, daar vragen we over niets. B2, ja, wel, de heer Sopper. Ja, de heer Sopper, BBC. Dankjewel, voorzitter. Ja, wereldwijd krijgen 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld. En tijdens deze pandemie is dit alleen nog maar toegenomen. Zegt het college net als vorig jaar ook nu weer nee tegen geweld tegen vrouwen en meisjes? Met andere woorden, is het college ook dit jaar weer bereid om mee te doen? En zo ja, welke activiteit heeft men dan voor ogen? De heer Bouwmeester namens het college. Ja, op het gevaar af dat je als een portefeuillehouder voor symboolpolitiek wordt gezien. Maar we hebben een goede gewoonte inmiddels ontwikkeld, voorzitter. En de heer Sopper vraagt terecht aandacht voor een belangwekkend onderwerp. Dat het landmark, een van de landmarks in onze gemeente, de Watertoren, zich steeds meer tot een lichttoren heeft ontwikkeld. In diverse kleuren. Het palet is oneindig groot, heb ik me laten vertellen. Dus wij voorzien dat we nog heel veel toepassingsmogelijkheden voor welk sympathiek doel dan ook we de Watertoren vaker zullen zien gebruiken. En zeker voor deze actie. Zeker in een tijdperk dat geweld tegen wie dan ook overigens. En natuurlijk besef ik me dat die dag speciaal is benoemd voor geweld tegen vrouwen. Maar juist in deze tijden is allerlei soorten geweld natuurlijk het centrum van de belangstelling, levert veel discussie op. Dus graag wat mij betreft spannen wij ons wederom in om de Watertoren voor dat symbool, dat belangrijke symbool, te gebruiken. Dank u wel. Ik zag de heer Stoker ook, maar misschien is zijn vraag beantwoord. Mijn vraag is inderdaad beantwoord, dank u wel. Dank u wel. Verder niet op 2, dan hebben we 3 nog. En niets, brief 4, ook niet. En dan 5 nog op CQ, ook niet. Dank u wel. En dan zijn we daarmee door agenda punt 7. En dan gaan we door naar agenda punt 8. Dat is Het verslag zelftoetsing archiefbeheer 2019 voor kennisgeving aan te nemen. Zijn daar vragen over? Ja, mevrouw Klein-Gunnewijk, CDA. Nou, ik heb geen vraag, maar ik wou even wat toelichten. Of, in ieder geval, ik vind het mooi om te lezen, of goed om te lezen, dat de historische vereniging Zwelo bij het archiefinventaris van de voormalige gemeente Zwelo helpt. Een mooi stukje verbinding. Coevorden verbindt. Dank u wel. Dank u wel. Ja, mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel. Ik heb een verzoek. Ik weet niet of jullie dit allemaal hebben gelezen. Ik denk het niet, want het staat ter kennisgeving. In ieder geval, ik wil echt niemand tekort doen, want ik denk dat het archiefbeheer belangrijk is. Hè? Als je iets opvraagt, wil je graag dat je het krijgt en dat het er is. Alleen nu staat in het raadsvoorstel, daar staat in onder de samenvatting in punt 1 dat de archiefverordening 2018 en het besluit informatiebeheer 1998 wordt geactualiseerd. En ik heb eigenlijk het verzoek om eens na te denken hoe zo'n zelftoetsing, of dat op een andere manier kan. Wij krijgen dit voorgelegd, we moeten er eigenlijk wat van vinden en iets over besluiten. Maar ik heb niet het idee dat iemand dit leest. Dus ik vraag me af of er daar een andere manier voor is. Ik neem aan dat u uw verzoek richt aan het college en de heer Bouwmeester gaat er zo wat over zeggen. Ja. Ja, voorzitter, laat ik beginnen om vast te stellen dat ik wel enigszins het gevoel van mevrouw Siebe herken. Aan de andere kant is het wel goed dat we het toezicht op de wijze van archiefbeheer, hoe dat wordt uitgevoerd, wel op deze manier hebben georganiseerd. En we hebben dat ook op deze manier te organiseren. Dus er zit niet heel veel bewegingsvrijheid in, de manier waarop. Het kan wel spannender, daar ben ik wel met u eens. We voeren daar inmiddels interessante discussies over. U weet, we hebben een eigenstandige archivaris in de gemeente Coevorden. Lang niet iedere gemeente is zover. Ik ben er ook heel blij mee. Betekent ook dat er naar ons wordt gekeken als het gaat om hoe ga je met al die lastige vragen om die in dit dossier dan zijn opgesloten. Maar het is ook belangrijk om even goed stil te blijven staan bij die kerntaak die u ook aanduidt. Hoe maken we die rijkdom die in archieven zit makkelijker en beter ontsluitbaar? Daar kunnen we ook nog veel aan doen. Daar zult u ook voor het eind van het jaar, schat ik in, nog wel nader over worden geïnformeerd. En vooralsnog hebben we aan u in ieder geval als raad ter kennis te brengen de resultaten van die zelftoezicht. Dat betekent niet dat u er per se wat van moet vinden, maar u moet er wat van kunnen vinden als u daar aanleiding voor ziet. Dat is eigenlijk de borging dat bij u als hoogste orgaan in deze gemeente en als representant van onze samenleving die toetsing ook daar waar nodig en wenselijk aan de orde kan worden gesteld. Dus binnen de beperkte marges van de regels zoals ze zijn, dus u heeft al die specifieke toetsingspunten wel aangetroffen. Ja, leuker kunnen we het niet maken, hè? Om maar iemand te citeren. Maar het kan wel misschien met nog iets meer aandacht voor de verpakking wat aantrekkelijker worden om een keer daadwerkelijk nog bij stil te staan. Maar dat kan misschien ook wel in de vorm van een speciale themaavond die niet zozeer op die zelftoetsing zit, als veel meer op die vraag die mevrouw Klein-Gunnewijk ook eigenlijk wel adresseerde. Hoe maken we dat archiefwerk, juist ook in een gemeente waar historische duiding en historische gebeurtenissen zo belangrijk zijn, hoe maken we dat wat meer levend? Dank u wel. Ik denk met die wisseling durf ik wel voor te stellen dat dit als een hamerstuk door zou kunnen naar de raad. En dat wordt volgens mij niet weersproken. Nou, dank u wel. Dan kunnen we door naar 9. Voorzitter, mag ik heel even voordat we aan 9 beginnen een vraag stellen aan een van de wethouders? Ja, dat ligt er maar aan waar het over gaat. Over een punt buiten de orde van de agenda, mevrouw Driehuis. Dat ben ik mij te degen bewust. Het gaat wel over een van de gemeenschappelijke regelingen waar wij mee te maken hebben. Waar een verandering is aangebracht dat de stukken, de cyclische stukken, niet meer rechtstreeks naar de raad worden gestuurd, maar alleen maar aan de colleges. Dat betreft de GGD. Als werkgroep hebben we daar kennis van genomen, maar zijn daar op zich niet zo blij mee. Omdat de GGD natuurlijk wel een van de gemeenschappelijke regelingen is die bij ons hoog in de top staan van toch wel wat risicovolle gemeenschappelijke regelingen. Dus ik wil eigenlijk aan de wethouder vragen dat als die stukken dan binnenkomen, dat ze wel via de wethouder rechtstreeks naar de raad worden gestuurd hier in deze gemeente. Zodat we ze in ieder geval mee kunnen nemen in, binnen de werkgroep om te bespreken en te bekijken. Ja, het was natuurlijk eleganter geweest als u dat even bij de vaststelling agenda had aangekondigd. Maar ik weet dat dit in meerdere fracties leeft. Ook de heer Heling sprak mij voor de vergadering even aan over de stukken GGD. Dus ik vraag meneer Brink toch of hij daar een reactie op wil geven namens het college. Hij hoeft wat mij betreft niet op het lijstje van toezeggingen, want ik zeg dat hier graag toe. Dat is mooi, dan hebben we dat ook afgehandeld. Dan gaan we nu naar 9 en dat zijn de jaarstukken Veiligheidsregio Drenthe. U wordt voorgesteld daar kennis van te nemen. De ontwerpbegroting 2021 en de voorgestelde zienswijze op die ontwerpbegroting voor de Veiligheidsregio Drenthe vast te stellen. Ik kijk rond of daar vragen over zijn. De heer Holtjes, BBC. Dank u wel, voorzitter. Nou, te lezen valt dat er een onafhankelijk account een goedgekeurde controleverklaring verstrekt voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Stukken valt te lezen positief. Nou, dat is natuurlijk een fantastisch resultaat. Als ik kijk naar de begroting op basis van ons inwoneraantal zou voor het jaar 2021 een bedrag van ruim 1,9 miljoen als bijdrage doorberekend moeten worden. Hier wordt in de ontwerpbegroting echter gesproken over ruim 2,1 miljoen. De vraag aan de portefeuillehouder is: vanwaar het verschil van bijna 2 ton, liggen daar bepaalde parameters aan te grondslag om het voor mij in ieder geval als fractie inzichtelijk te kunnen maken. Dus ik weet niet of daar opheldering over gegeven kan worden, maar dat is mijn vraag. De bouwmeester. Ja, voorzitter, en ik snap de vraag en ik kan ter plekke geen opheldering geven, want die sleutel is best ingewikkeld. Van de totstandkoming van de bijdrage die de gemeente geacht worden te leveren. Dat kunnen we wel aanleveren. Dus als u daar behoefte aan hebt op die manier, dan zal ik zorgen dat dat binnen de kortste keren in uw richting komt als voltallige raad natuurlijk. Dank u wel. Ja, mooi. Anderen op deze stukken? Ja, Heling, CDA. Ja, in de zienswijze wordt aangegeven dat het werven van nieuwe vrijwilligers van groot belang is. Ziet u voor uzelf, een, ik heb tussen haakjes gezegd, bemiddelende taak weggelegd bij deze werving? Ja, meneer Heling, u weet als geen ander hoe dat werkt, hè? U bent zelf meerdere malen getuige geweest bij het feit dat ik bij deze en gene gelegenheid waar ook de nodige partners van brandweermannen, dat zijn helaas vooral brandweermannen in onze gemeente, aanwezig zijn, dat ik een oproep pleeg te doen om het aandeel vrouwelijke brandweervrijwilligers aanmerkelijk op te hogen, want daarmee boren we toch 50% van het potentieel in onze gemeente aan. En de praktijk is, meneer Helling, het is goed om dat wel even te delen, dat we natuurlijk heel erg goed stilstaan bij de paraatheid op de verschillende posten. De 5 posten die we hebben. Dat is regelmatig onderwerp van overleg met het hoofd repressie in Zuidoost-Drenthe. Daar waar ik dat kan ondersteunen, dan zal ik dat graag doen. En gelukkig kennen we ook de ervaringen ook binnen deze gemeente. Ik kijk even naar de post Zwinderen, die altijd als voorbeeld ook binnen Drenthe wordt genoemd. Hoe men daar door zelf heel alert in de samenleving rond te kijken altijd maar weer in slaagt, hoewel het een hele kleine post is, in een kleine kern, toch altijd die bezetting prachtig voor elkaar te houden. Daar kunnen veel grotere posten nog een voorbeeld aan nemen. Dus mijn stelling zou ook zijn, gelukkig is de dreiging die in zijn algemene terecht wordt uitgesproken, voor onze gemeente wellicht niet zo heel hoog. Zij het dat op sommige posten zich af en toe wel een knelpunt voordoet. En dan wordt er heel specifiek gekeken naar gerichte acties en eventueel mijn inzet daarbij. Dank u wel. Anderen nog met vragen? Er zijn geen vragen meer op dit agendapunt. Zijn er fracties die deze stukken ter bespreking naar de raad willen? Die zijn er niet, dan kan ook dit een hamerstuk zijn in de gemeenteraad van de volgende week. Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 10. Dat is de verordening jeugdhulp gemeente Coevorden. En u wordt voorgesteld hier kennis te nemen van de beantwoording van de vragen, zienswijze en het advies van de adviesraad Sociaal Domein. En u wordt verzocht de verordening vast te stellen. Zijn er vragen over deze stukken? Die zijn er. Mevrouw Katerberg heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar jeugdhulp nu net gekregen. Ik heb het nog niet bekeken. Maar wat we wel weten is dat er geen duidelijk en actueel beleid is op dit onderwerp. Misschien als onderdeel van Samenkrachtig, maar ook dat is dan algemeen en niet heel actueel. Een verordening moet helpen om beleid op een goede manier uit te kunnen voeren. Hoe moet ik die volgorde nou zien? De heer Brink namens het college. Ja, voorzitter, een hele begrijpelijke vraag ook. Als u het rekenkamerrapport, wat wij hier nog in de volle breedte waarschijnlijk met u zullen bespreken. Als u dat goed tot u neemt, dan zult u ook zien dat we beleidsmatig op een redelijk hoog abstractieniveau in onze actuele nota's, die nog steeds actueel zijn, goed geborgd hebben. Dat we vanaf 2015, toen we de jeugdhulp tot onze wettelijke plicht moesten rekenen en die ook overgenomen hebben, hebben we heel hard gewerkt om de basis op orde te krijgen. Om het werk voor elkaar te krijgen, om het georganiseerd te krijgen. En dat hebben we gelukkig kunnen doen met een beleidsnotitie die op een redelijk abstractieniveau is. En wat we ook constateren is wat daartussen moet zitten, dat we daar nog een hele slag te maken hebben. En die slag kunnen we nu ook pas maken, omdat we, wat ook uit het rapport zal blijken, is dat ondanks dat er hier en daar wat beleidsstukken zouden kunnen ontbreken, dat die basis verrekte goed op orde is in Coevorden. Dus aan de ene kant klopt precies wat de Rekenkamer zegt. Aan de andere kant ben ik ook wel heel gerust op het feit dat die jeugdhulp hier in Coevorden ook qua uitvoering in zijn basis, qua professionaliteit, zeer goed op orde is. Dus ik hoop dat het een beetje een antwoord is op uw vraag. Zo zou u het kunnen duiden. Dus als we over de rekenkamer spreken en we hebben straks de kadernota, we hebben de begroting, komen al deze dingen ook weer aan de orde. Dank u wel. Ik geloof dat het voldoende is. Anderen nog met vragen op deze stukken? Niet? Oh, excuses. Mevrouw Kaatberg. Ja, ga u gang. Ja, dan nog één thema wat steeds wel terugkomt. We vinden het een gemiste kans dat het onderwijs niet de kans heeft gekregen om advies uit te brengen. Er worden wel allerlei instanties genoemd die dat wel hebben kunnen doen, maar het onderwijs niet. En dat lijkt mij nou juist iets wat in het OGO goed aan bod had kunnen komen. Om die samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp ook te blijven stimuleren. Ja, ik betrek altijd heel graag iedereen erbij, maar deze verordening is ook vooral een hele technische correctie op de oude verordening, waarin we een aantal dingen nu geregeld hebben. Hè. Zo is het PGB geregeld, we hebben het misbruik geregeld in de verordening, dat stond in de oude verordening niet. Er staan een aantal hulpverleningsvraagstukken die we nu door de professionals ook gerugsteund weten door de verordening. Dus het is ook een hele technische aanpassing geweest. Maar ik ga zeker met mijn collega Huizing, want wij gaan nog een keer samen naar het onderwijs. Want wij hebben namelijk in dit college heel veel samen. Dus wij zullen ook kijken van waar kunnen we ook het onderwijs nou triggeren om die integrale gedachte die u waarschijnlijk ook uitspreekt van denk nou met elkaar mee over dat brede probleem of over de brede oplossing. Dus ik neem die tip graag mee en ik heb begrepen dat mijn collega Huizing uw vorige tip ook heel graag ter harte neemt. Dank u wel. Anderen nog met vragen over deze stukken? Die zijn er niet. Ik neem aan dat mag ik vragen of er fracties zijn die dit als een bespreekpunt naar de raad willen. Die zie ik ook niet. Nou, dan concluderen we maar weer af dat dit een hamerstuk wordt inderdaad. Dan kunnen we naar agenda punt 11. Jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling EMCO. U wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening. kennis te nemen van de ontwerpbegroting en af te zien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op die ontwerpbegroting. Zijn er vragen over deze stukken? Mevrouw Driehuis van het PAK. Dankjewel, voorzitter. Ja, het college heeft afspraken gemaakt met de directie van de EMCO om tot zeker 2022 het nieuw beschut bij de EMCO onder te brengen. Gaat de raad ook nog een stem krijgen in de situatie na 2022? De heer Brink namens het college. Nou is het hier een goede gewoonte, daar waar de raad een stem wil hebben, dat hij dat hier ook krijgt. En daar hou ik graag aan vast. Dank u wel. Ik zag de heer Nijenbanning ook, BBC. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een tweetal vragen ook over het beschut werken. De uitvoering van de nieuwe wet beschut werken is door 3 gemeenten, Emmen, Borgeroodoren en Coevorden, uitbesteed aan de EMCO-groep en bleek vanaf het begin een succes. 10 medewerkers uit Coevorden maken gebruik van deze wet. Wat ons betreft mag dat de lat nog wel wat hoger te komen liggen en zouden meer inwoners moeten instromen. Waar brengt volgens de wethouder hier in de schoen? Ja, de schoen wringt hier niet zozeer. In Coevorden zijn alle mensen die geïndiceerd zijn ook daadwerkelijk geplaatst. Maar binnen het EMCO-werkgebied niet allemaal. In Emmen is een nadrukkelijke wachtlijst. We hebben daar als arbeidsmarktregio ook op gereageerd richting het departement om de vergoedingen die wij krijgen voor het plaatsen van beschut, die zijn ook beperkt, hè? Om de vergoedingen in het land zijn gemeentes die die vergoedingen niet gebruiken, die kunnen niet plaatsen, daar blijft geld over om dat over te hevelen naar de EMCO-groep. Dat is ons tot nu toe niet gelukt. We hebben tot nu toe 0 op request gegeven, maar wij geven het niet op. En ik roep ook uw landelijke politiek georganiseerde partijen om uw woordvoerders in de Tweede en Eerste Kamer op te roepen om hiervoor op te komen. Maar het is jammer als er mensen zijn die zo ontzettend veel baat hebben bij zo'n plaats, thuis moeten zitten en moeten wachten tot een nieuw jaar, totdat er weer budget beschikbaar is, terwijl het elders misschien wel aan de reserve moet worden toegevoegd of teruggegeven worden aan het departement. Daar is hier gelukkig geen sprake van. We hebben zelfs al een stukje mening gevormd over met 3 gemeentes van stel nou dat de wachtlijsten breder worden. Hoe gaan we dat dan doen? Dan gaan we toch dan gaan we kijken of we de meest noodzakelijke gevallen, meest noodzakelijke inwoners, of we die toch, ondanks dat we aan onze quotaverplichtingen voldoen, of we die toch kunnen plaatsen. Dank u wel. U had ook nog een tweede vraag, geloof ik. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat gaat dus ook over die wachtlijst. Daar hadden we nog wat over. Betreft die 31 mensen uit de gemeente Emmen en Coevorden nog 0. Aan de andere kant wordt er op grote schaal voor bijna 1 miljoen aan extern personeel ingehuurd. Dat vinden wij nogal strijdig. Er staan enerzijds mensen op de wachtlijst en anderzijds wordt dat ingehuurd dus. Ook in de meerjarenbegroting bleek dit structureel van karakter te bedragen, boven een miljoen per jaar. Kan de portefeuillehouder dit beargumenteren? Zeker, en volgens mij staat het ook al heel aardig in de stukken beargumenteerd. U ziet ook dat het aantal WSW'ers terugloopt, want de WSW wordt niet meer uitgevoerd. En met de terugloop van het aantal WSW'ers is ook het aantal geïndiceerden die op sommige vacatures een goede plek zouden kunnen krijgen, loopt daarmee terug. Dus we zullen ook op een aantal cruciale posten iedere keer voor inhuur moeten zorgen om ook degene die het werk binnen de verschillende afdelingen moeten doen, om die mensen ook aan het werk te kunnen houden. Dus dat is bijna onontkoombaar bij het terugloop van het aantal WSW'ers, waar ook heel veel mensen bij zaten die gewoon ploegbaas waren, die van alle en in de organisatie, administratie bezig waren, die vallen nu weg. Als alleen nieuw beschut binnenkomt. En natuurlijk ook andere doelgroepen, want u ziet dat het een hele ondernemende organisatie is. Daar kunnen we niet alle vacatures mee vervullen en dat verwachten we ook niet te kunnen, terwijl we wel willen dat onze WSW'ers en al die andere doelgroepen een goede en zinvolle baan hebben. Dank u wel. Tevreden zo, meneer Nijbaling? Ja, ik laat het eerst hierbij. Dank u wel, mevrouw Driehuis-Pak. Nou heb ik wel begrepen dat als er externe inhuur is, dat met name alleen maar voor de groenvoorziening is. Zo is het ons in het voorgesprek met de directie van de EMCO meegedeeld. Maar ik begrijp nu van u dat u, van de wethouder, dat er dus op andere afdelingen ook externe inhuur is. Het is voornamelijk in het groen, dat klopt. Maar ook wel op andere afdelingen is er ook wel externe inhuur. Soms tijdelijk, soms wat langer. Dank u wel. Anderen nog met vragen over deze stukken? Heling, CDA. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik heb een vraag. Dat gaat over een groep die van de gemeentelijke radar dreigt te verdwijnen. Die niet de indicatie beschut werk krijgt. Ook niet anders bij de EMCO terecht kan. Ook geen uitkering krijgt. En daardoor niet meer bekend is bij de gemeente. Deze groep werd expliciet genoemd bij de bespreking van de jaarstukken met de werkgroep GRIP. Is het belangrijk voor de gemeente om toch contact te houden met deze mensen? Nou is het wel zo dat mensen die een probleem hebben of dagbesteding of welke andere voorziening ook willen, nog altijd terecht kunnen bij de gemeente. En dus wij kennen, dat durf ik hier wel toe te geven, niet iedereen in de gemeente, maar heel veel ook wel. En als dat een belangrijke doelgroep is die wij zouden kunnen kennen en waar we wat voor zouden kunnen betekenen, zullen we dat zeker niet laten. Dus dan moeten we ook wel een beetje kijken van waar zit dan die doelgroep en wat is dan de problematiek, waarom valt die buiten een regeling. Nou, met heel veel regelingen maken wij maatwerk om het echt passend te maken dat het wel kan. Dus deze mensen zijn hartelijk welkom. Als we samen met hun kunnen bekijken wat we voor hun participatie kunnen betekenen. Want dan gaat het natuurlijk om meedoen in de samenleving. Erg belangrijk, zullen we altijd blijven stimuleren. Ja, bij vervolg nog even. Ga de gang. Heeft u enig idee wat de omvang van deze groep is? Ik kan het u zo niet zeggen. Ik wil het wel proberen boven water te krijgen. Want ik vind net als u wel belangrijk dat ook deze mensen een goede plek hebben. Dank u wel, mevrouw Driehuis. Ja, om nog eventjes op het, terug te komen op datgene waar we het net over hadden, die externe inhuur. Wat mij dan wel verbaast is, ik bedoel, de EMCO is geen productiebedrijf. Als je op een gegeven moment geen mensen hebt om bepaalde zaken in te vullen of productie, ja, iets te produceren waar je geen mensen voor hebt, is het dan niet veel verstandiger om dan dat af te schalen? Ja, daarmee schaalt u natuurlijk ook af het hele zinvolle werk waar heel veel mensen erg veel plezier aan hebben. Dus we doen als EMCO en het bedrijf EMCO de uiterste best om en de productie binnen en de groen en de andere activiteiten op een zo hoog mogelijk en goed mogelijk peil te houden om die zinvolle arbeid voor iedereen mogelijk en toegankelijk te houden. Dus als je afschaalt in een aantal dingen, dan schaal je ook af voor mensen die dit misschien wel al wel 25 jaar doen. En dus dat werk niet meer zouden kunnen doen. Dat zou ik heel erg tegen zijn, mevrouw Driehuis. Ja, dat begrijp ik. Alleen, ik begrijp dan ook dat we in plaats van, zeg maar, natuurlijk, daar zijn een aantal mensen gewoon heel erg nuttig werk aan het doen. En die hebben daar ongetwijfeld al heel veel jaren heel veel plezier aan. Maar het blijkt ook dat de productie veel hoger ligt of dat er meer productie wordt gevraagd dan dat we mensen hebben. Dus dan gaan we externe inhuren. Dan zou ik zeggen van nou, dan kan je die productie misschien een klein beetje minderen. En zorgen dat je het met de capaciteit doet die je hebt. En niet nog eens externe gaat inhuren. Nou, ik weet niet of ik dat wel met u deel. Want die productie op peil houden, we doen heel veel inpakwerk enzovoort. Dat zijn ook wel contracten die nagekomen moeten worden. He, dus we zijn erg zuinig op de bedrijven die ons dit werk bezorgen. En daar moeten we ook zuinig op blijven. Want dat zijn mensen die dankzij de EMCO ook trots zijn op dat ze dit zo op deze manier aanbesteden bij de EMCO. Dat is een van hun uithangborden, dat ze op deze manier hun product op de markt brengen met behulp van een sociale werkvoorziening. En dus de echte productie zit niet bij de inhuur, misschien wel bij het groen, maar bij de anderen niet. Die zitten vooral in de radertjes draaiende te houden. Dat is helder. Ik zeg ook niet dat we zeg maar bedrijven moeten gaan teleurstellen dat we het niet meer kunnen uitbesteden bij de EMCO. Maar wat ik een rare zaak zou vinden, en natuurlijk er wordt voornamelijk ingehuurd op het groenbedrijf. Maar ik zou het een rare zaak vinden als wij zeg maar productieklussen aannemen. Waarvoor we eigenlijk niet de capaciteit binnen de EMCO hebben. Maar dan dus inderdaad extern moeten gaan inhuren. Ik bedoel, dat lijkt me niet de bedoeling. We zijn geen productiebedrijf. Dat klopt. U hebt ook gezien in de afgelopen jaren dat er ook diverse locaties afgestoten zijn. De kas in Klazineveen is afgestoten. Zo hebben we een aantal activiteiten ook gestopt, omdat onze capaciteit terugloopt. Dus dat moet ook een beetje op een economische manier. De EMCO zelf heeft geen enkele reserve. Wij zijn de reserve, de gemeentes. Als we dat minder economisch moeten laten draaien, betekent dat ook een financiële aderlating voor ons als gemeente, want de verplichting blijft. Dus, maar ik ben het met u eens, we zijn primair een sociale werkvoorziening. En die houden we in stand door dat gemeentes een verplichting daar naartoe hebben en dat ook graag doen. Maar ook door dat we productie draaien en inkomsten uit activiteiten halen. Dus, en die balans moet inderdaad goed gehandhaafd worden. Dank u wel. Ik heb de indruk dat u uiteindelijk niet zo'n eind uit elkaar ligt. Anderen nog met vragen? Ja, nog één vraag, mevrouw Driehuis, schaduwgang. Dankjewel, voorzitter. Ja, ik ben heel blij om te zien dat... vorig jaar hebben we natuurlijk een zienswijze ingediend om de EMCO te vragen de risicoparagraaf eens wat beter op papier te zetten. En om te kijken in hoeverre we dan ook daadwerkelijk een risico lopen binnen, met betreft de EMCO. Ik ben blij dat ze dat dit jaar dus weer goed hebben gedaan. En wat eigenlijk opvalt is dat er helemaal niet zo'n groot risico is. Nou weet ik dat wij in onze begroting hem altijd neerzetten als behoorlijk risicodragend en daar ook geen bedrag vaak aan hangen. Gaan we dat in de huidige of in de komende begroting dan wel zien? Dat dat aangepast wordt? Wat zou u willen aanpassen? Vertelt u mij nog een keer. Nou, u zet nooit een bedrag voor de EMCO, zeg maar, omdat dat blijkbaar een hoog risico is en niet in te schatten is. Ja. Zij hebben nu een... Nou ja, volgens mij een behoorlijk goede risicoparagraaf geschreven waarin staat dat dat risico er eigenlijk niet is. Dus dat zou kunnen worden, nou ja, er zou een bedrag aan gehangen kunnen worden. Is dat dan ook iets, of laten we het zo in de begroting staan van het is een hoog risico en we kunnen er geen stempel op drukken? Nou ja, hang er nou maar eens een bedrag aan, dat is natuurlijk vreselijk moeilijk. Maar ik wil mijn best wel doen om eens te kijken of dat kan. Ik heb volgens mij samen met u opgetrokken om deze paragraaf er op deze manier in te krijgen. Dat heeft best wel even wat overtuigingskracht gekost, ook met de collega's moet ik zeggen. Maar hij is er dan toch en dank daarvoor dat we dat op deze manier hebben kunnen doen. En als die nog verder verfijnd kan worden, dan zou ik dat wel ook een goede zaak vinden. Oké, dank u wel. Dan zijn we denk ik door de vragen heen. Dan hoor ik graag het advies van de fracties voor verdere bespreking en behandeling. De Nijenbaning BBC. Ja, wij zijn er nog net niet helemaal uit en we willen er graag als bespreekpunt overhevelen naar de raadsvergadering. En kunt u dan ook aangeven op welke punten? Of? Het laatste van mevrouw Driehuis nog even. En daar willen we nog even wat uitstukken en over de beschut werk. Dank u wel, heel helder. Andere fracties? Blanken? Nou ja, voor de BBC zou ik wel willen ondersteunen als bespreekpunt. Met dezelfde achtergrond. Dank u wel. Anderen? Geen behoefte, maar komt toch terug. Dus dan zien we hem als bespreekpunt op de agenda van de raad. Oké, helemaal goed. Dan ronden we daarmee agenda punt 11 af. Dan gaan we naar agenda punt 12. Dat gaat over de RUD Drenthe. U wordt voorgesteld om kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019, kaderbrief 221. In te stemmen met een conceptbegrotingswijziging 220 en de conceptbegroting 221 van de RUD Drenthe. En 3 met betrekking tot de conceptbegrotingswijziging 220 en de conceptbegroting 2021 een zienswijze in te dienen. Nou, ik hoop dat u het allemaal zo snel hebt kunnen volgen. Wie heeft er vragen over deze stukken? Heling, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. De RUD is van zins om meer risicogericht te gaan, toezicht te gaan toepassen. Kunt u zich voorstellen dat bij een volgende herijking van de gemeentelijke bijdrage dit voor Coevorden negatief uitpakt vanwege de aanwezigheid van risicovolle objecten? En vervolgvraag, wordt dit doorberekend / verhaald op de eigenaar van de objecten? De heer Huizing. Ja, laat ik beginnen, voorzitter, met aangeven dat wij voorstander zijn van deze manier van toezicht. Daar hebben wij eigenlijk een aantal jaar geleden al van gezegd van, volgens ons is dit de toekomst om gewoon echt ieder bedrijf de aandacht te geven die verdient, zou ik bijna willen zeggen. Dus die ook gewoon echt nodig is bij dat specifieke bedrijf. Niet alleen gebaseerd op de bedrijfstak, maar ook op andere factoren. Nou, dat wordt nu mooi wordt daar aan gewerkt. Daar heb je een actueel locatiebestand voor nodig. En dat zou ertoe kunnen gaan leiden. Dat is nu nog niet, want we hebben eerst de afspraak gemaakt dat dat risicogericht toezicht, dat we het budget per gemeente gewoon leidend laten zijn voor hoeveel toezicht er daadwerkelijk komt. Dat zou dus kunnen betekenen dat een bepaalde categorie bedrijven in gemeente A een ander toezicht krijgt dan in gemeente B. Nou, volgens mij is dat op langere termijn onwenselijk. En dan zou je inderdaad moeten gaan kijken, puur op basis van de risico's bij de bedrijven in je gemeente, welk toezicht daarvoor nodig is en ook hoeveel uren inzet dat dus vergt en wat het bijbehorende kostenplaatje is. Ik denk dat het goed is dat we met z'n allen het vooral over deze systematiek hebben en dat we niet meteen daar de euro's ook achter hebben staan. Want dan wordt het geen discussie over een uitgangspunt, maar dan wordt het een discussie op basis van wat word ik er nou, liefst beter van en in ieder geval niet slechter van. En ik moet zeggen, dat soort discussies die bevallen ons niet zo heel erg goed, omdat de uitkomst en de ontevredenheid bij voorbaat dan al vaststaat. Dus ja, het zou zowel positief als negatief kunnen uitpakken voor onze gemeente. Het verhalen van kosten? Ja, helaas nee. Wij hebben gewoon dat toezicht hebben wij dan te houden op dat moment. En wij kunnen, die kosten kunnen we niet in rekening gaan brengen bij bedrijven. Ik snap de gedachte heel erg goed. Maar volgens mij is dat niet de manier zoals we het in Nederland met elkaar hebben afgesproken. Dank u wel. Op deze vraag voldoende, meneer Heling. Ja, anderen met vragen? Ja, Holtjes, BBC. Dank u wel, voorzitter. Nou, ondanks de systematiek en de bewoording van meneer Huizing, ik heb toch iets op papier gezet. Volgens mij is het onderhand een repeterend verhaal. De RUD scoort nog steeds een onvoldoende. En laat ze... Nou, ik wil de vraag wel stellen, maar ik wil een kleine inleiding doen, voorzitter. Dus hij komt heel snel. Ja? Volgens mij laten ze nog veel steken vallen. Voorlopig rest ons niets anders dan de vinger stevig aan de pols te houden, maar ook de vinger op de zere plek leggen. En als het om de RUD gaat, is dat lastig, want wij vragen ons af hoeveel zere plekken zijn er. We zijn inmiddels meer dan 5 jaar onderweg met de RUD. En nog steeds is de organisatie niet in controle. Onze fractie vraagt zich hardop af of alle genomen maatregelen wel effectief genoeg zijn. Vooral het hoogziekteverzuim bij de RUD baart steeds grotere zorgen. En ondanks alle mooie beloftes is er van structurele verbetering nog steeds geen sprake. Mede daardoor kunnen de werkzaamheden naar ons oordeel niet volledig worden uitgevoerd. En moeten er nota bene mensen van buitenaf worden ingehuurd, wat ook weer extra geld kost. Met de komst van de omgevingswet, die in 2021 wordt aangenomen, lijkt de vraag helemaal gerechtvaardigd of er wel voldoende gekwalificeerd personeel inzetbaar is om alle werkzaamheden te klaren. Er zijn wel degelijk verbeterpunten te zien, maar er zijn nog te veel zaken die aandacht verdienen. De fractie van BBC wil de portefeuillehouder dan ook graag hier enkele vragen over stellen. Dat zijn er 3. Vraag 1. Het ziekteverzuim is, zoals gememoreerd, erg hoog. Gemiddeld nog steeds liefst 8,5%. Hetgeen volgens het voorliggend rapport niet werkgerelateerd zou zijn. Heeft u inzicht hoe het ziekteverzuim per afdeling is? Dat is de eerste vraag. Vraag 2. De RUD en de participanten hanteren ook na 5 jaar nog steeds hun eigen systemen. Zou het zo langzamerhand niet wenselijk zijn om de systemen op elkaar af te stemmen? Vraag 3. Als de informatie correct is, dan zouden we de hand zelfs ook nog in eigen boezem moeten steken, omdat de gemeente Coevorden haar bedrijvenbestand volgens de RUD niet op orde zou hebben. Klopt dat? En zo ja, wanneer zou de gemeente dat wel op orde kunnen krijgen, zodat wij niet meer op aangesproken kunnen worden en de RUD met de juiste gegevens kan werken? En zo nee, dan verzoeken wij graag een terugkoppeling aan de RUD. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. De heer Huizing. Ja, dank u, voorzitter. Volgens mij een heldere inleiding van de heer Holtjes, waarbij die aan het eind inderdaad eigenlijk aangeeft waar ik eigenlijk hoopte dat ik niet mee zou hoeven beginnen. Omdat ik heb hier al eerder gezegd van ik voel er heel weinig voor om iedere keer de RUD te gaan verdedigen. Maar als u als raad heel ongenuanceerd wordt, dan voel ik mij toch genoodzaakt. Nou, de heer Holtjes begon naar mijn mening wel wat ongenuanceerd door te zeggen van ja, hebben ze überhaupt effect? Gelukkig gaf hij dat later bij de vraagstelling al aan van ja, wij zien wel degelijk verbeteringen. En nou ja, we komen, en dat weten we allemaal, van heel diep. Er is gelukkig ook door eigenlijk alle geledingen, zowel binnen de RUD... De bestuurders, algemeen bestuur, dagelijks bestuur, maar ook u als raden heeft gezegd van ja, maar we gaan nu wel heel gericht zaken aanpakken. Nou, op die zaken zien we vooruitgang, maar we zien inderdaad nog een aantal problemen. Nou, de eerste die de heer Holtjes terecht aansnijdt is het ziekteverzuim, wat nog hoog is. Hebben wij dat inzicht? Ik heb hem niet paraat. Ik weet wel dat de RUD daar wel over gerapporteerd heeft. En dat de RUD ook heeft aangegeven van nee, wij willen daar ook heel gericht op inzetten. Maar zoals u in onze de zienswijze waarvan wij u vragen van nou, is dit een goede tekst om naar de RUD te sturen, ook aandacht aan besteden, omdat we volgens ons kunnen daar nog stappen in worden gezet. En dat is overigens ook waar het wel werkgerelateerd ziekteverzuim is, ja, dan zit daar ook gewoon nog wel verschil tussen onderdelen binnen de RUD. Dus nou, dat vraagt volgens mij om een hele gerichte en misschien wel, nou, als dat zo is, dan vraagt het meer om een samenhangende aanpak per onderdeel. Maar dat, ik denk uiteindelijk is ziekteverzuim altijd iets wat per individu gewoon goed moet worden opgepakt. Dan het punt van het eigen systeem. En dat is, ja, ik vind het mooi dat u hem zo op tafel legt, want volgens mij is dat een hele terechte constatering. En ook daarvoor geldt eigenlijk dus wel van, ja, dan, dat is ook niet iets wat je alleen maar een RUD kunt aanrekenen. Ook daar moeten we een hand in eigen boezem steken. Wat natuurlijk wel zo is, is dat de RUD tot de aanschaf van een systeem is overgegaan. En wij als gemeente allemaal hele andere systemen hanteren. En dat kun je niet zomaar iemand verwijten, want dat gaat vaak om samenhangende pakketten. Maar we weten allemaal dat zodra je dan koppelingen moet gaan leggen, dan is dat in theorie allemaal best eenvoudig en gaat dat goed. Maar in de praktijk, blijkt toch vaak weer lastiger. Nou, toevallig zijn wij ambtelijk ook als Coevorden de trekker van het deelproject zorgen dat dat goed gaat lopen. En nou, ik moet zeggen, ik word niet heel vrolijk als ik de terugkoppeling hoor over de eerste inventarisatie. Want als de vraag dan vervolgens zou moeten zijn van nou ja, zijn wij dan bereid als gemeente om allemaal een systeem te gaan hanteren wat goed aansluit bij de RUD, of misschien wel hetzelfde systeem, dan nou, is het antwoord daar niet al te positief op. Omdat dat gewoon van de gemeente nogal veel vraagt. Dus een tweede vraag die daarbij gesteld wordt is dan van nou, als we dat niet willen, laten we er dan in ieder geval met elkaar voor gaan zorgen dat er geen verschil meer in zit in hoe de zaken bij de RUD worden aangeleverd. Dat de RUD dan gewoon op een uniforme wijze kan gaan werken. Want we weten allemaal, als de RUD 12 voor de gemeente plus 1 voor de provincie verschillende manieren moet gaan gebruiken om aan de slag te gaan, dan gaat het niet worden. Dus dat zal dan deel 2 worden. En ik ben het helemaal mee eens, dat moet gewoon gebeuren. En dan kan iedere gemeente voor zich de afweging maken. Wil ik daar vooral in investeren? Zoals we als Coevorden op dit moment ook doen. Wij investeren daarin. Wij zetten daar gewoon extra mensen op om te zorgen dat dat bestand gewoon op de goede manier bij de RUD komt. Nou, die keuze kan iedere gemeente maken. Als een gemeente zegt van ja, maar dan de afweging in mijn geval leidt ertoe dat ik zeg van ik ga liever op een ander zaaksysteem over wat rechtstreeks aansluit op de RUD. Die keuze kun je ook maken. Maar volgens mij moet de RUD er vooral geen hinder van hebben in de werkzaamheden, omdat wij daar met z'n allen later weer last van krijgen. En ik vind ook dat we dat aan elkaar ook kunnen vragen als gemeente en als provincie. Die laatste, de hand in eigen boezem en een bedrijvenbestand op orde. Ik weet niet waar de opmerking vandaan komt. Wat ik weet is dat wij al een aantal jaren geleden, toen we het hadden over de Drentse Maat, de conclusie hebben getrokken dat het bedrijvenbestand gewoon niet op orde is. En ik vind dat niet iets wat ligt aan de RUD of wat ligt aan de gemeente. Je moet er gewoon gezamenlijk voor zorgen dat het op orde is. Toen hebben we gezegd van nou ja, daar is nu geen tijd om daar een discussie over te voeren. Die moet op een later moment worden gevoerd. Nou, we zijn op dit moment bezig met het goed op orde brengen van het locatiebestand of het inrichtingbestand. Dat is de manier en dat moet voor het eind van het jaar worden afgerond. Dus aan het eind van het jaar moeten we gewoon een bestand hebben. En nogmaals, ik voel er niet voor om daar te gaan zeggen dat ligt bij de RUD of ligt bij de gemeente. Daar zijn we gewoon gezamenlijk voor verantwoordelijk. Dank u wel. Uitgebreide beantwoording. Nog één toelichtende vraag. Ja. Nou, op zich duidelijk beantwoording. Op vraag 3 duidelijk. Hè. Wordt hard aan gewerkt eind van het jaar. Nou, bent u niet vast op maand, maar we zijn ook al 5, 6 jaar onderweg. Met betrekking tot 2, terechte constatering over de systemen. Maar ja, dat is 2 jaar geleden. Is er ook al een terechte constatering geweest? U zegt ja, het is bijna onmogelijk, want het werkt niet. Maar dat vult u maar eigenlijk in voordat u überhaupt weet of het werkt. Want we zijn volgens mij ook wel tot de conclusie dat het op dit moment ook niet echt succesvol is. En wat mij verbaast is dat u zegt, ja, per individu wordt dan ziekteverzuim opgepakt. Ja, het is niet inzichtelijk volgens mij per afdeling. Dan lijkt het mij heel wenselijk om ook de pijnpunten binnen die organisatie op te rakelen. Waarmee je ook weet waar je eventueel het ziekteverzuim wel terug kunt dringen. Maar dat is gewoon een heel duidelijk structureel probleem. Dus het verbaast mij dat u zegt, per individu opgepakt, maar ik heb de indruk dat het collectief wordt opgepakt. Want het individu wordt volgens mij niet gehoord, want anders zou er niet zoveel ziekteverzuim zijn. Maar dat is misschien een snelle constatering ook van mij. Nee, voorzitter, dan denk ik dat de heer Holtjes en ik elkaar niet helemaal goed begrepen hebben. Wat ons punt, en dat is ook zoals we in de zienswijze verwoord hebben, juist is dat wij vinden dat het meer per individu zou moeten worden opgepakt. Alleen als je merkt dat bij bepaalde onderdelen er sprake is van werkgerelateerd ziekteverzuim, wat dus misschien wel dezelfde achtergrond heeft, ja, dan wordt het raar als je hem individueel gaat oppakken. Maar volgens mij is ziekteverzuim over het algemeen, de achterliggende oorzaken die kunnen zo verschillen. Dus daar volstaat een hele algemene benadering niet bij. Dat moet je individugericht doen. En wij denken dat daar nog verbetering nodig is. En volgens mij hoor ik ook de heer Holtjes aangeven dat hij datzelfde van mening is. Dus vandaar de verwoording in de zienswijze ook. Dat wij denken dat dat meer moet. Ik ben blij dat u de mening deelt dat het per afdeling inzichtelijker zou moeten, waarmee de problemen hopelijk wel duidelijk zijn. Dus dank voor uw toelichting. Dank u wel. Andere vragen, de heer Bouwers, PPC. Ja, voorzitter. Nog even betreffende het ziekteverzuim bij RUD. Ik dacht in mijn hoofd dat het een jaar of anderhalf jaar geleden is. Hebben we daar een voorlichting gehad. En dat de RUD de ziekteverzuim intern op zou pakken. En men verwachtte dat het binnen een jaar in ieder geval toch redelijk op orde was. Maar het blijkt dus nog niet zo te zijn. Dus ik zou de wethouder wel willen vragen om daar nog weer meer aandacht aan te besteden. Ja, voorzitter, het punt staat niet voor niets in de conceptzienswijze. Aan de andere kant, ook daar zien we wel de dalende trend. Dus het glas is zeker nog niet vol, maar is wel wat voller geworden dan het was. Maar we zijn er nog niet, dus daar is gewoon meer aandacht voor nodig. Dus vandaar dat wij u ook voorstellen om dit punt in de zienswijze op te nemen. Helder, dank u wel. Andere fracties met vragen? Niets meer? Nee, ik zie geen vragen meer. Nou, hoor ik graag uw advies en bespreking en voor verdere behandeling. Mevrouw Driehuis, Pak. Dank u wel, voorzitter. Ja, nou ja, goed, de RUD blijft inderdaad gewoon een zorgenkind. Gaat zich meer richten op risicogestuurd werken. Daarmee laten ze de Drentse Maat enigszins vallen. Betekent meer toegespitst op maatwerk, op de risicovolle bedrijven binnen de grenzen. Maar knelpunt van zorg, van knelpunt en zorg is dan wel dat dat locatiebestand nog steeds niet op orde is. En men dus niet volledig inzicht heeft op waar die daadwerkelijke risico's dan zich bevinden. Dan vind ik het goed dat daar nu in gezamenlijkheid dat wordt opgepakt en dat dat hopelijk dan eind van het jaar klaar is. Zodat we dit volgend jaar nou ja, een wat positiever punt kunnen afvinken en dat het een positiever punt is. Ik vind het wel zorgelijk. En natuurlijk, die systemen zijn niet op elkaar afgestemd. Maar ik blijf het gewoon zorgelijk vinden dat ik ook weer in de voorbespreking met de RUD merk dat toch heel erg vanuit de RUD naar de gemeentes wordt gewezen. Van ja, maar dat wordt allemaal niet goed aangeleverd. Dan denk ik bij mezelf, waarom ga je dan niet als RUD? Kom je met een format, zo wil ik het aangeleverd hebben. En naar alle gemeentes toe. Dan krijg je het in ieder geval uniform aangeleverd. Maar goed, dat is iets wat misschien de volgende keer zeg maar wat verder uitgediept kan worden. Ik zie wel dat er verbetering is. Het verbetertraject komt heel langzaam op gang. Wat ik wel een zorgelijk iets vind en wat ook eigenlijk min of meer tussen neus en lippen door werd gemeld in de voorbespreking, is dat er heel veel verloop is. Dat vind ik heel erg zorgelijk. Ziekteverzuim, ja. En om even naar de heer Holtjes vanuit een PNO-oogpunt aan te geven. Ziekteverzuim wordt altijd persoonlijk opgepakt. Dus daar kun je bijna niet collectief naar kijken. Maar dat er zoveel verlopen is, dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. En ik vind ook wel iets, iets om mee te nemen voor de volgende keer. En waar ik erg blij mee ben, is de kritische houding van de gemeente. En dus ook de kritische zienswijze die er nu weer ligt. Ja, hopelijk krijgen we er gewoon op een gegeven moment grip op. Het blijft een zorgenkind. Maar goed, we houden het in de gaten. En wat ons betreft zijn de stukken een hamerstuk. Dank u wel. Ik kijk er maar even af. De VVD-behoefte. Ja, de heer Bonkers, gaat uw gang. Nou, voor ons mag het een hamerstuk worden. Dank u wel. De heer Mulder, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben hier aantal meningen nu gehoord, maar we hebben al een heel aantal jaren kritiek en de heer Holtjes noemde net 5 jaar, maar inmiddels zijn we al een jaar verder, want ze bestaan al vanaf 2 januari 2014, dus het is al meer dan 6 jaar waar we over praten. En ja, we zien langzamerhand vooruitgang, dat erken ik ook, maar ja, hoe ver gaan we daarmee? Hoe lang duurt dat nog? Zijn we nog jaren zo hierover aan het praten of zeggen we nou eens van misschien moeten we termijnen stellen, dit moet er gebeuren, want het blijft maar doormodderen, heb ik een beetje het gevoel. Ik ben blij met de kritische zienswijze vanuit het college, maar die mag van mij nog wel iets scherper. En dat zou ik graag in de raad besproken in de volgende raadsvergadering ook besproken willen hebben. Ik hoorde ook graag de mening over van de andere fracties. Dank u wel. Dank u wel. Is er bij PPC behoefte? Nou, ik ben het met de vorige spreker volledig eens wat dat betreft. Want, en dan val ik in de herhaling, maar over dat ziekteverzuim. Nou, dat loopt ook al jaren en er komt ook eigenlijk geen verbetering in. Ik heb daar een paar weken geleden ook nog met iemand van hen over gesproken. Maar het is nog steeds hetzelfde verhaal. Dus wat dat betreft mag het nog wel een tandje scherper. En dat men ook eens weet dat het nou eens een keer ernstig is. Maar goed, dat zal alleen niet van de gemeente Coevorden moeten komen. Maar het zal ook van de andere gemeentes moeten komen. Want ja, dan zijn wij waarschijnlijk ook een roepen in de woestijn. Maar wat dat betreft, van mij mag het ook nog wel wat scherper. En ik zou het toch graag in de raad willen zien. Dank u wel, CDA. De heer Heling, denk ik. Ja. Ja, de zienswijze mag inderdaad scherper. Maar we moeten ons ook realiseren dat de basis op orde moet zijn. En ik, nou, het is inderdaad, het locatiebestand is niet duidelijk. De computersystemen passen niet bij elkaar. We zitten al 50 jaar mensen op de maan, maar kennelijk kunnen we nog geen twee computerbestanden aan elkaar koppelen. Maar goed, ik, het zal mijn gebrek wel zijn. Dus ik denk dat we als gemeente toch meer moeten investeren in onszelf. Om daar de software dusdanig goed op orde te hebben dat de RUD zijn werk kan doen. We kunnen er wel tegenaan blijven schoppen, maar dan blijven we nog 10 jaar schoppen, zijn we nog niks verder. Ik denk dat we daar echt aan toe zijn. En bespreekpunt of hamerstuk, nou, ik weet niet of het mogelijk is om in gezamenlijkheid een wat scherpere zienswijze te formuleren en dat het toch een hamerstuk kan worden. Maar ik heb begrepen dat we wel op twee partijen willen bespreken inderdaad. Dus wat mij betreft zou het een hamerstuk kunnen worden. Ja, maar als u bij de vaststelling van de agenda van de raad constateert dat u het er alsnog over eens bent, dan zal het nog geen probleem zijn om tot een hamerstuk te verheffen, lijkt mij. Maar dat laat ik graag aan u zelf over. In eerste instantie zal die denk ik als bespreekpunt op de agenda komen. En dan laat ik het aan u, uw eigen initiatief om daarover verder af te stemmen. De BBC-fractie hebben we nog niet gehoord. In de bewoording van de heer Mulder kan ik me vinden. Maar goed, 6 jaar geleden. Je kan niet vanaf dag 1 direct kritiek leveren. Dus pas na een jaar kon je kritiek leveren volgens mij. Volgens mij zijn we niet aan het schoppen richting de RUD. Volgens mij zitten we gewoon een algeheel doel na te streven. En dat is gewoon RUD scherper zetten. Dus ik sluit me in zekere zin zeker bij de heer Mulder aan om de zienswijze nog wat kritisch te formuleren. En meneer Heling gaf al aan, misschien kunnen we de krachten bundelen, maar volgens mij hebben we algeheel doel. En zit ik hier niet als individu. Dus ik sluit me aan bij de heer Mulder. En ik draag de heer Heling graag daar uit om samen iets moois te formuleren. Dus graag in de raad. Dank u wel. Ik zie bij het college ook nog even een behoefte om te reageren. Heer Huizing, gaat uw gang. Ja, dat is een hele korte voorzitter, want wij zien graag inderdaad aanscherpingen tegemoet. Dus ik ben benieuwd waar uw raad als aanscherping mee komt. Laat ik er alvast eentje meegeven dan in de brief, en dat is bovenaan de tweede pagina, waar wij een zaaksysteem hebben. En volgens mij moet dat gevolgd worden door dat in plaats van die. En wij zouden van de RUD graag een proactievere houding zien. Maar onze kritiek is niet dat de houding van de RUD op dit moment te proactief is. Dus daar zou echt reactief moeten staan. Dan geef ik u de eerste 2 punten al weg. Dank u wel, die zijn vast genoteerd. Volgens mij kunnen we dan concluderen dat dit als een bespreekpunt op de agenda staat. Als uw commissievoorzitter adviseer ik u dan maar even om even voor de raadsvergadering wat met elkaar af te stemmen over hoe die zienswijze er dan uit moet zien. U bent natuurlijk uw eigen baas, maar anders voorzie ik een Poolse landdag in de gemeenteraad. En daar zit niemand op te wachten. Zullen we hem dan zo afconcluderen? Ik zie instemmend geknikt. Dank u wel. We hebben daarmee de RUD afgehandeld. Dan gaan we naar agenda punt 13. We zitten goed in de jaarstukken vanavond. En agenda punt 13 betreft de jaarrekening 2019. Ontwerpbegroting 221 van het Recreatieschap Drenthe. Zijn er vragen over die stukken? De heer Tino Nijbaling. Ja, dankjewel voorzitter. Ja, voor ons ligt eigenlijk een prima jaarverslag van Recreatieschap Drenthe. En we lezen in de begroting op pagina 12 dat de huidige reserve 98.518 beperkt voldoende is. Gezien de begroting lijkt ons dat ook een terechte constatering. Wij hebben niet zozeer een vraag aan de portefeuillehouder, maar wel een verzoek om toe te zien dat hier toch wel naartoe gewerkt wordt. Dank u wel. Een verzoekvraag denk ik ook om beantwoording vanuit het college. De heer Stegen is portefeuillehouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben het eigenlijk helemaal eens met de fractie van BWC. Ik denk dat het ook goed in het stuk verwoord staat. Dat het, hoewel het op zich uitstekend gaat met het recreatieschap, laten we dat ook vooropstellen. Dat het goed is om de financiële buffers iets aan te vullen. Om, ja, je weet toch nooit wat voor tijden er op ons afkomen. En het is wel belangrijk dat hun werk op een goede manier door kan gaan. Dus ja, ik ondersteun dat van harte. Dank u wel. Ik zag mevrouw Klein-Gunnewijk, CDA. Ja, dankjewel voorzitter. Wij vinden het ook een mooi en duidelijk jaarverslag. We hebben wel wat vragen aan de wethouder. Gaat de wethouder zitting nemen in het dagelijks bestuur van het recreatieschap? Zal ik de volgende vragen? Ja. In Coevorden is 1 op de 5 banen gerelateerd aan de toeristische sector. Door corona zal 2020 een uitdagend jaar voor de sector worden. Dat zal zeker bij de opbrengst van de toeristenbelasting merkbaar zijn. Wil de wethouder de sector tegemoetkomen en daar bij de toeristenbelasting voor 2021 rekening mee houden? Dan hebben wij in de gemeente Coevorden meerdere vakantieparken. Hoe ver is het onderzoek nu van de vitale vakantieparken? Want er zijn 5 pilotparken. Kan het onderzoek ook gedeeld worden met de raad? Dat waren mijn vragen. Dank u wel. De heer Stegen. Ja, ga de gang namens het college. Ja, voorzitter, ik moest even driftig meeschrijven, want er waren best wel veel vragen in een kort tijdsbestek. Dus ik hoop dat ik ze allemaal goed heb genoteerd. Ja, komt deze portefeuillehouder in het dagelijks bestuur? Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet zo. Ik heb wel onlangs een kennismakingsgesprek met de directeur gehad van het recreatieschap. Ja, hoe dat precies dan verder gaat, moet ik even schuldig blijven op dit moment. U weet dat mijn voorganger daar wel zitting in had. Het is wel mijn portefeuille, maar of ik in het dagelijks bestuur kom, dat is dan iets anders dan in het algemeen bestuur. Dus dat kan ik u op dit moment niet melden. Ja, 1 op de 5 banen in het toerisme, ja, dat klopt. Het is inderdaad een belangrijke sector voor onze gemeente. Ik weet niet precies meer wat uw vraag daarover was. Nou, of u ook daar rekening mee houdt voor de toeristenbelasting in 2021. Want ze hebben het niet makkelijk op het moment. Nee, nou ja, dan lopen we misschien vooruit op de discussie die we nog gaan voeren in het kader van de kaderbrief. U hebt denk ik gezien dat hij vandaag volgens mij in uw richting is gegaan. Ik meen dat hij vanmiddag op IBABS is geplaatst. Maar goed, daarin in die kaderbrief gaan we wel graag met uw raad de discussie aan over de hoogte van de toeristenbelasting. Zoals u ook weet is die de afgelopen jaren niet verhoogd. En ja, het college denkt dat er op dit moment wel een aantal redenen valt aan te voeren om dat wel te gaan doen. Hoe lastig dat ook misschien overkomt in deze moeilijke tijden. Maar je moet niet vergeten dat die toeristenbelasting niet uit de zak van de recreatieondernemers komt. Maar het is, zij fungeren als doorgeefluik. Ze innen die belasting voor de gemeente. Dus uiteindelijk is het de gast, de toerist, die die belasting betaalt. Maar goed, ja, ik weet niet of dit nu de tijd en de plaats is om die discussie te voeren. Maar ik meld u in elk geval dat die discussie wat het college betreft er binnenkort wel aan zit te komen. Ja, dan de stand van zaken rond de vitale vakantieparken. Nou, daar wordt op dit moment binnen de eigen organisatie voortvarend aan gewerkt. Maar u weet ook dat dat een taai en lastig dossier is, wat al geruime tijd loopt. De informatie zoals ik die nu op dit moment heb, is dat die in juli, dus volgende maand, in elk geval voor het college ook nou ja, wat beter beschikbaar is. En dat er dan een plan van aanpak per vakantiepark gaat liggen. Dus dan kan ik u daar meer informatie over geven. En dan had u volgens mij nog een 5e vraag die ik ook even kwijt ben. Volgens mij waren ze dit. Ja, ik had 4 vragen. Nou, met het innen zit het toch wel iets anders. De recreatieondernemer moet zich natuurlijk altijd wel verantwoorden naar de gasten. Dus daar zit toch wel een beetje nog een crux in. Ik voorzie een aantrekkelijke discussie bij de kaderbrief. Inderdaad. Dit wordt vervolgd. En ik zou het toejuichen als u in dagelijks bestuur kwam. Want wij hebben een groot toeristische bijdrage die wij leveren. Dus dat is wel belangrijk. Dank u wel, mevrouw Klein-Gunnewijk. En voor de beantwoording de heer Stegen van het college. Anderen met vragen over dit? Ja, mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel. Wij zijn ook positief over het jaarverslag. Het recreatieschap zet Drenthe hartstikke goed op de kaart. worden heel veel projecten geïnitieerd. En daar heb ik eigenlijk een vraag over. En ik ben bang dat die wat technisch is. Maar goed, hij mag ook later beantwoord worden. Zowel in het jaarverslag als in de begroting zijn de baten van de projecten even hoog als de lasten. En ik vraag me af waarom dat exact gelijk is. De heer Stegen namens het college. Ja, voorzitter, ik kan natuurlijk heel flauw zijn en zeggen dat ze het blijkbaar heel goed begroten. Maar ik ben met u eens, als dat op de euro klopt, dan is dat wel heel toevallig. Ja, dan denk ik dat het hier toch om een redelijk technische vraag gaat. Dus dan zou ik u daar graag schriftelijk op antwoorden. Dank u wel. Dat was hem. Ja, anderen nog met vervolgvragen? Die zie ik niet. Nee. Dan hoor ik graag uw advies voor verdere behandeling of bespreking. Zijn er fracties die hierover willen spreken, inderdaad? Die zijn er niet. Dan concluderen wij af met één hamerstuk. Dank u wel. Dan kunnen we naar agenda punt 14. Dat is het voorstel van het college inzake de vaststelling van het jaarverslag. Nu wordt voorgesteld dat jaarverslag met daarin opgenomen de jaarrekening 2019 vast te stellen, kennis te nemen van het accountantsverslag, een positief rekeningssaldo van €1.511.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Uit dit bedrag de klimaatgelden van €241.000 via het resultaatbestemming beschikbaar te houden voor het realiseren van klimaatdoelen en de bestemmingsreserve wegen op te heffen. Dan moet ik even de digitale documenten erbij pakken. Eén moment. En de vraag is altijd, welk document heb je dan precies voor? Nou, nu nog geen enkele. Ja, het waren er wat veel. Ik heb de documenten voor zoals ze op IBAB staan. En ik wilde u voorstellen, omdat het een heel uitgebreid document is, om even per hoofdstuk te kijken of er vragen zijn. Want anders dan wordt het een heel heen en weer gezoek. Dus ik begin bij de inleiding. Zijn er vragen over? Dat denk ik niet. De samenvatting, zijn er vragen over? Dat denk ik ook niet. Dan gaan we naar programma 1, Economie, Onderwijs en Cultuur. Daar zie ik de heer Mulder van de PvdA. Gaat u gang. Het is makkelijk als u het paginanummer er even bij noemt of het onderwerp waar de vraag over gaat. Dat zoekt wat makkelijker voor iedereen. Dan had ik net niet het paginanummer bij mijn aantekeningen gezet, maar nee, het onderwerp is ook goed. Programma 1, Economie, Onderwijs en Cultuur en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Er wordt weinig verkocht en ook staat ook in het accountantsverslag, de komende 2 jaren wordt ook weinig verwacht. Daar wordt aan gewerkt, staat in het stuk, maar mijn vraag is, hoe gaan we dit kenteren? Wat is dat? Er wordt aan gewerkt. Hoe ziet dat eruit? En het advies is gebaseerd op een extern onderzoek. Mogen wij deze ook nog tegemoet zien in de Raad? Dank u wel. Ik denk dat dit de portefeuille van de heer Stegen is. Ga uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, we hebben inderdaad magere jaren achter ons als je het hebt over de verkoop van bedrijfskavels. Maar dat kan ook zomaar weer keren. En de signalen die ik de laatste tijd krijg, en nu weet ik nog niet zo lang in ambt, die stellen mij toch wel weer een stuk positiever. Ik kan u op dit moment nog niet echt concreet namen noemen, maar ik kan u wel zeggen dat er toch wel weer beweging is op die markt. En ja, hoe komt dat dan? Nou ja, blijkbaar zien toch bedrijven grote kansen in Coevorden en terecht. Maar u weet ook dat wij een aantal medewerkers in huis hebben die heel actief bezig zijn om ja, bedrijven warm te maken voor vestigingen in Coevorden of om uit te breiden. Dus er wordt heel fanatiek en met heel veel inzet aan gewerkt. En ik denk dat dat ook zeker ja, bijdraagt aan toch een kentering die zich nu heel voorzichtig lijkt af te tekenen. Dus ja, het is een momentopname en het is vervelend inderdaad. Maar mijn indruk is dat het aan het keren is. Dank u wel. Nog vervolg, ja. Ja, het externe onderzoek, krijgen wij die ook nog te zien? Voorzitter, ik heb zelf dat externe onderzoek nog niet gezien, dus ik weet überhaupt niet wat de status ervan is. Ik weet wel dat het uitgevoerd wordt of uitgevoerd is. Ik heb er zelf nog niks van gezien, maar er lijkt me geen enkele reden om het niet met uw raad te delen. Dus op het moment dat het er is, zal ik er graag voor zorgen dat u er kennis van kunt nemen en het ook kunt bespreken als u dat wenst. Dank u wel. Dat noteren we dan als een toezegging. Anderen op programma 1. De heer Mulder nog een keer. Ja, ditmaal over de Dutch Tech Zone. Op pagina 14 wordt gesproken over samenwerking. Maar ik zie geen tekst over samenwerking met het onderwijs. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, omdat dat ook een van de uitgangspunten is voor Dutch Tech Zone. Dank u wel. Die is denk ik ook voor de heer Stegen. Ja, hij kan ook vanuit onderwijs, maar de economie... Ja, voorzitter. Nou ja, zoals de PvdA-fractie denk ik wel weet, is het onderwijs wel degelijk heel nadrukkelijk aangesloten bij de Dutch Tech Zone. Er lopen ook ja, allerlei pilots. Bijvoorbeeld met de nieuwe Vesten wordt iets opgetuigd, wat ook deels vanuit de regio-deal wordt aangevlogen. Dus die verbindingen die zijn er wel degelijk. En ja, misschien zou u ze wat explicieter nog benoemd willen zien. Maar ik kan u wel geruststellen dat die verbindingen en dat die gesprekken er wel degelijk zijn. Dank u wel, voldoende. Ja. Anderen met vragen op dit programma? Die zijn er geloof ik niet. Dan gaan we door naar programma 2, dat is werk, jeugd en zorg. Daar zie ik mevrouw Driehuis. Ja, u geeft op pagina 19 aan dat u een daling heeft bereikt in het aantal bijstandsgerechtigden in 2019. Is er al zicht op wat de effecten van de coronacrisis zijn op dit moment voor het aantal inwoners dat een beroep gaat doen op deze uitkering? De heer Brink. Ja, op dit moment is er eigenlijk nog niet een brede instroom of een grote instroom in de participatiewet en de voorzieningen daarvoor. Maar we zien wel dat het aantal WW-uitkeringen bij het UWV behoorlijk aan toenemen is. En meestal is dan een periode daarna, en zeker als het een kortdurende WW is van een maand of 3, dat ook de het doorstromen naar de participatiewet en de bijstand inderdaad het gevolg is. Daarnaast is het ook best wel zorgelijk dat we de uitstroom, die vorig jaar heel goed was, nu eigenlijk zien stagneren. Dus de uitstroom vanuit de bijstand naar een regulier werk, die stagneert op dit moment. Dank u wel. Voldoende zo. Ja, en mevrouw Katerberg zag ik op dit programma. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over iets wat er niet in staat. Dus ik had zelf gedacht dat het op bladzijde 22 had gemoeten. In de halfjaarrapportage wordt nog ingegaan op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. In dit jaarverslag staat daar niets meer over. Wat betekent dat? En ja, ik had stiekem hoop dat het dan in de kaderbrief zou staan, maar daar heb ik al even snel gekeken en daar komt het ook niet terug. Dus dat baart mij ons wel zorgen. Kijk, we proberen natuurlijk dat het er niet in staat, dat Daar mag je van alles ook van vinden hoor, maar we proberen dat ook wel zoveel mogelijk going concern te doen. Het moet ook wel een beetje onze reguliere manier van werken zijn om samen te werken met het onderwijs. Dat doen we op heel veel gebieden en dat zullen we ook blijven doen. Maar we zijn ook een beetje afhankelijk van elkaar. Wij streven ernaar om veel integraler te werken. U ziet het ook. We zijn op dit moment bezig met een ander programma waar de integraliteit ook georganiseerd de aandacht krijgt. Zo proberen we dat ook straks uit te breiden naar andere gebieden. Maar die samenwerking met onderwijs is er zonder meer. Maar dat die beter kan, dat is ook zeker waar. Maar daar hebben we dus twee partijen voor nodig. En dat is ook iets waar ik samen met collega Huizing echt in op wil trekken. Want het is echt essentieel als we onze jeugd een goede toekomst willen bieden, dat dat echt met alle partners is en zeker ook met alle professionele partners waar de jeugd zoveel vertoeft. Dank u wel. Voldoende? Ja, dank u wel. Verdere vragen op dit programma? Mevrouw Driehuis-Pak. Ja, iets waar ik een beetje verbaasd over was eigenlijk. Op pagina 22 geeft u aan dat de WMO-invoering abonnementsgeld schoonmaak een aanpassing was met grote financiële gevolgen. Vervolgens geeft u aan dat u met een soort beweegprogramma wil gaan komen, zodat de aanspraak op zeg maar, de schoonmaak wat zal afnemen. Begrijp ik dan goed dat u de inkomensderving dus wilt gaan opvangen door het opzetten van een beweegprogramma voor ouderen? Hoe moeten we dit zien? Is dit een verplicht programma? Moeten mensen daar per se aan mee gaan doen? En hoe gaat dit dan die inkomensderving compenseren? Nou, het is in ieder geval geen verplicht programma. Dus mensen doen daar absoluut vrijwillig aan mee. En wat wij beogen is om mensen langer vitaal te houden, om mensen hun eigen huishoudelijk werk, de vitaliteit ook dus daarmee te bevorderen. En dat we het uitstel van het gebruik van de huishoudelijke hulp daarmee ook kunnen bewerkstelligen. En dat dat ons dus ook kosten zal besparen. Dat is ons eigenlijk het uitgangspunt van ons hele preventieprogramma is natuurlijk dat je gezonder bent, dat je daar gelukkiger van bent, maar dat het ook scheelt in de kosten die de gemeente moet maken. We hebben ook gezien het abonnementstarief hebben we niet zelf ingesteld. Dat is op ons afgekomen. Dat wordt bij lange na niet volledig gecompenseerd. Daar hebben we een behoorlijke inkomensderving aan. En ergens, linksom of rechtsom, zullen we moeten investeren om ook op termijn binnen onze begroting en onze beschikbare middelen te kunnen blijven. Dus een van deze opties is in ieder geval preventie en voorkomen, wat mes hopelijk ook aan twee kanten snijdt. Want als je langer, je wordt niet oud omdat je niet beweegt, maar als je daardoor ook gezonder en prettiger leven kunt, snijdt het mes ook aan twee kanten. Dus er is ook een enorme toeloop op geweest. We hebben op een gegeven moment gezegd stop, stop, stop. We hebben zelfs het programma uitgebreid. We moesten dus zelfs mensen teleurstellen. Die zeiden van nou, het programma zit nu echt helemaal vol. Ook het bedrag wat we ervoor uitgetrokken hebben. We proberen dat programma nu ook straks, dat wordt gemonitord en we gaan dat evalueren. En we proberen dat ook, want dat doet een bedrijf voor ons. We gaan dat bedrijf ook de opdracht geven om dat in Coevorden weg te zetten. Dus dat onze Coevorden ondernemers, verenigingen mee kunnen doen aan zo'n programma. Want het zou heel erg mooi zijn dat ook sport- en beweegverenigingen hiervan mee zouden kunnen profiteren. Maar ook een bijdrage zouden kunnen leveren aan vitaal oud worden. Dank u wel. Dat is helder zo, begrijp ik. Verder nog op programma 2, ja, mevrouw Katerberg. Ja, nog even aanhakend op dat abonnementstarief, want dat hebben we bij de technische vragen ook gehoord, die aanzuigende werking. Maar wordt daar richting landelijk ook nog actie ondernomen? Want u hoort eigenlijk deze ja, frustratie vanuit alle gemeenten wel terugkomen. En ja, wordt daar via de VNG bijvoorbeeld ook nog iets aan gedaan? Zeker vanaf dag 1 van de invoering was dit de vrees van de hele VNG en al mijn collega's. Alle lokale bestuurders zeiden, nou, dit gaat een aanzuigende werking hebben, dit gaat geld kosten. En, maar tot op heden is er nog geen geluid dat dit teruggedraaid wordt. Het heeft toch een landelijk politiek item geweest wat dit ingevoerd heeft. Dank u wel. Kunnen we door naar programma 3? Nee, meneer Mulder heeft nog een vraag. PvdA. Ik heb een vraag over ook programma 2, pagina 23, laaggeletterdheid. Wij constateren dat, daar staat dat de ambitie niet is gehaald. Gelukkig is de gemeente al echt actief om ook in dit jaar weer zijn inzet te doen om wel die ambitie te halen. Maar ik was benieuwd of wij ook eventuele geleerde lessen, waarom wij die ambitie niet hebben gehaald, ook meenemen naar de toekomst. Dus mijn vraag is, welke lessen hebben wij eruit geleerd en wat kunnen wij daaruit meenemen? Dat is het onderwerp van de heer Huizing. Gaat u gang. Ja, voorzitter. Uiteraard hebben we ons de vraag gesteld van waarom halen we dat niet. En vooral de vraag ook, hoe kunnen wij nou ervoor zorgen dat we vooral meer laaggeletterden bereiken. Want daar zit het gewoon puur in. En waar wij nu extra op in gaan zetten is om dat vooral te gaan doen met... Nou, 1 of 2 echt gemotiveerde bedrijven. Bedrijven ook waar we van weten dat de kans dat zij mensen die onder de doelgroep laaggeletterden vallen in dienst hebben. Of we samen met die bedrijven gewoon daar heel gericht actie op kunnen zetten. En ook een beetje hopend of verwachtend dat als je op zo'n manier kunt laten zien dat het en voor een bedrijf heel mooi is. Want je hebt gewoon werknemers die... de vaardigheid beter onder de knie hebben gekregen met alle positieve effecten ook die dat heeft voor een bedrijf. En voor de werknemers heeft het positieve effecten. Dus volgens mij zou het op die manier ook voor andere bedrijven weer een mooie aanleiding kunnen zijn om te zeggen van oh wacht even, maar dat willen wij ook. En daar hopen wij nu vooral op dat we die ingang kunnen krijgen buiten alle reguliere kanalen die we hebben. En het eigenlijk toch zoveel mogelijk vertellen van het verhaal. Nou, je ziet het andere pad wat we hebben is met het onderwijs, aansluiting zoekend bij de extra aandacht die er ook is voor de taalverhoging bij kinderen. En daarvan zien we dat op een aantal scholen dat ook heel actief wordt opgepakt om ook daar te kijken, kunnen we de ouders er ook bij betrekken. En op die manier ook mensen die laaggeletterd zijn geletterder maken. Dank u wel. Kunnen we dan nu door? Nee. Katerberg. Dank u, voorzitter. Nog even over bladzijde 22, de POH's. Daar staat zomaar in 1 zinnetje dat er nu POH's in de hele gemeente zijn. Is dat zo? Ook in Schonert en de Kiel bijvoorbeeld? Dat is niet alleen vorig jaar, maar dat was al een poos zo. Die zijn daar beschikbaar. Nou, daar heb ik bij de halfjaarrapportage nog naar gevraagd of daar niet op ingezet kon worden en dat ging gebeuren. Maar ik ben alleen maar blij hoor. Nou, dat ze zijn beschikbaar zo, daar. Dus. Nou, dan ben ik daar heel blij om. Ik heb toen ook gevraagd naar bijvoorbeeld de huisarts in de Krim, hè, waar ook kinderen vanuit onze gemeente naartoe gaan, of daar ook nog op ingezet werd. En dat werd toen gezegd dat dat ook zou gaan gebeuren. Dat zou ik voor u moeten navragen, dat kan ik zo niet, zo in 1 keer reproduceren. Dat moet ik voor u navragen. Dank u wel. Mevrouw Driehuis, de ene vraag roept de andere op. Nee, ik heb eigenlijk nog 2 vragen. Misschien kan ik die wel in 1 keer stellen, want dat komt er een beetje overeen. In de jeugdhulp wordt aangegeven dat we een tekort hebben, de jeugdhulp 2019. Wat zijn de vooruitzichten voor 2020 en hoe gaan we daarop anticiperen? En even in algemeen, hoe gaan we in 2020 anticiperen en de komende jaren op achterblijvende bijdragers uit het Rijk? Want daar wordt ook over gesproken dat dat een zorg is. Gaan die tekorten dan verder oplopen? Ja, u stelt hele goede vragen. En die worden in deze maand, wanneer jaarverslagen en kadernota's in gemeentes gepresenteerd worden, overal gesteld, want de situatie is voor gemeenten op zich niet zo heel erg rooskleurig. Ook voor wat betreft de bijdragen voor jeugdhulp en de WMO. Daar komt nog bij dat er ook een heroriëntatie is op het verdeelmodel voor het gemeentefonds. Dus de bijdragen daarvoor die staan allemaal heel wankel voor wat betreft de kleine en middelgrote gemeentes. Dus het ziet er... niet direct heel optimistisch uit in financieel opzicht. Maar ik praat voor mijn beurt, dat hoort mijn collega van Financiën te doen. Voor wat betreft de zorg gaan wij u presenteren natuurlijk een kadernota als opmaat naar de begroting. En in die twee stukken zult u van mij ook en van mijn collega's natuurlijk te zien krijgen aan welke knoppen wij denken te kunnen draaien. Op de korte termijn en op de middellange termijn om voortdurend een begroting in evenwicht aan u te kunnen presenteren. En die ook aan de provincie te kunnen presenteren. Maar waar wij ook nog steeds recht doen aan de bedoeling van de wetgeving die wij uitvoering geven. Dus de WMO, de participatiewet, de schuldhulpverlening en de jeugdzorg. Dank u wel. Ja, voldoende zo. Anderen nog op programma 2? Dat is niet het geval. Gaan we door naar programma 3. Ruimte en een leefomgeving. Ja, mevrouw Klein-Gunnewijk, CDA. Ja, dankjewel. Ik lees op pagina 34. Er is een kunstenaar voor bij de Bentheimerpoort. Wat is daar het budget? En wie bepaalt wat er gaat gebeuren? De heer Huizing heeft daar vast verstand van. Het budget is op dit moment niet aanwezig. Dus dat is een hele makkelijke. Wat wij wel natuurlijk toen wij de resten aantroffen, heeft u de raad al aangegeven. En ik vertaal hem maar eventjes vrij. Wethouder, we hebben wat heel moois aangetroffen. Dan moet u niet wagen om daar niet iets heel moois ook mee te gaan doen. Nou, dat hebben we op die manier opgepakt. Daar is inderdaad een kunstenaar voor ons aan het werk om de resten, zoals die op dit moment weer mooi zijn, afgedekt met een laag zand om ze te beschermen, om die straks op een mooie manier zichtbaar te maken en te houden en ook goed te houden. En tegelijkertijd ook te gaan kijken hoe kunnen we nou buiten het plan wat er al, waar al een projectontwikkelaar mee bezig was, kunnen we daar ook nog ruimte in vinden om dat poortgevoel nog wat meer terug te gaan brengen. Dus daar komt een voorstel in uw richting. En daar zal dan ook uw raad, want ja, dat is het recht dat u heeft, worden gevraagd om budget beschikbaar te stellen daarvoor. En dan ga ik ervan uit dat u daarbij ook vooral de afweging maakt van vinden wij deze investering opwegen tegen het mooie stukje historie wat we hier weer tastbaar maken. Dank u wel. Verder op ruimte en leefomgeving. Ja, mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel. Ik heb een vraagje over het herstructureringsfonds. Er staat één zinnetje in dat in 2020 nadere spelregels voor deze regeling worden uitgewerkt. Volgens mij is er een motie aangenomen in november vorig jaar, waarin stond dat dat herstructureringsfonds en de spelregels die daarbij horen, dat die bij de kaderbrief 2021 zouden worden aangeboden. Kunnen we die ook tegemoet zien? Ik kijk het college aan. Ik denk dat dit wonen is. De heer Stegen. Ja, gaat uw gang. Ja, voorzitter, als het stuk er is, zullen we het zeker met de raad delen. Ik heb geen informatie op dit moment om u te kunnen mededelen wat de status is, maar dat zal ik dan moeten checken. Ja, volgens mij vraagt mevrouw Sieben of de uitwerking van de motie in de kaderbrief zit. Of niet? Ja. Dat is een scherpe vraag. Moet ik u het antwoord schuldig op blijven? Dus daar kom ik dan schriftelijk op terug. Nou ja, we hebben de kaderbrief, dus we kunnen misschien ook zelf even kijken. En als het er niet in zit, dan zult u daar bij de behandeling van de kaderbrief vast op terugkomen. Zullen we het zo doen? Ja. Lijkt me prima. Verder nog bedankt in een leefomgeving. De heer Mulder, PvdA. Ja, pagina 33 gaat over het verlenen van bouwvergunningen. Daar staat in de tekst, we willen dienstverlening verbeteren bij wat we willen bereiken. Daaronder staat wat we hebben gedaan. Er wordt vooral gesproken over de aantallen bouwvergunningen, maar niet over de dienstverlening. En ik hoor toch nog wel signalen dat het nog wel eens ingewikkeld is om digitaal een vergunning aan te vragen. Mijn vraag is dus... herkent u dit of wat zijn de verbeteringen die u heeft gedaan hieraan? ligt op het portefeuille van de heer Huizing. Gaat uw gang. Herken ik dat het nogal lastig is om digitaal hem aan te vragen? Nou, ja, het is een landelijk vastgesteld systeem. Wat, nou, daar valt nog wel iets te verbeteren, denk ik, in de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. Maar tegelijkertijd is het wel het systeem waar we het gewoon mee moeten gaan doen. En uiteraard wordt de gebruikerservaring wel meegenomen. Maar wat je eigenlijk merkt is dat veel van de, zeker de wat middelgrote tot grote projecten, daar zijn adviseurs bij betrokken die inmiddels heel goed thuis zijn in de hele wereld van het aanvragen. Dus volgens mij loopt dat wel. En daarnaast, als het echt gaat om die dienstverlening, nou volgens mij hebben we daar al, staat er ook in de tekst aangegeven dat wij daar wel degelijk wel een traject zijn gestart. En wat wij nog lang niet helemaal doorlopen hebben, ook het instrument zoals u dat als raad al een aantal keren hebt horen langskomen, klantreizen willen wij gaan toepassen. Om vooral te gaan kijken, wat ervaart nou iemand die een vergunning aanvraagt en hoe kunnen we daar de verbetering in aanbrengen. Dus dat is, het is niet opgepakt, maar het is zeker wel een onderwerp waar we denk ik de komende tijd nog heel veel aandacht aan zullen besteden. Dank u wel. Anderen nog? Ja, meneer Mulder nog op dit onderwerp? Nou, ik ben benieuwd naar de terugkoppeling van het laatste punt wat u noemde over het anders invullen van de vergunning. Dus, zien dat graag terugkomen. Dank u wel. Anderen nog op dit programma? Niet meer. Dan gaan we door naar programma 4, openbare ruimte. Ja, Heling, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Het begraafplaatsbeleid is in concept klaar. Wanneer wordt het aangeboden? Pagina 38. Uit mijn hoofd voor de zomer, maar ik weet niet of dat klopt. Nou, dat moet heel snel nog gaan. Nee, daar zit, ja, het is misschien een... ik wou zeggen dooddoener, maar dat is niet zo toepasselijk. Ja, sorry, dit kwam echt... Dat had helemaal niks met onderwerpen. Terwijl ik het wilde gaan uitspreken, dacht ik, nou, dat weet ik niet. Dat is een punt wat we misschien wel vaker zullen aandragen nu. Ja, voordat wij het beleid willen gaan aanbieden... wij willen dit natuurlijk nog wel een keer goed bespreken met de verenigingen... die wij hier altijd betrekken bij, als het gaat om begraafplaatsen. Dus dat zullen we eerst willen doen voordat wij het beleid aan u gaan voorleggen. Dus ik durf u de datum nog niet te noemen. Wij zullen proberen om daar ook, nou ja, met alle beperkingen die er zijn, maar zeker ook mogelijkheden, zullen we dat proberen te gaan doen. En daarna richting uw raad te gaan doen. Dus voor de zomer kan ik al zeggen, dat gaan we niet redden. Nee, helder. Maar hopelijk zo snel mogelijk na voor de zomer. Helder, dank u wel. Wie zag ik net nog meer? Ja, mevrouw Driehuis en dan komt mevrouw Sieben aan de beurt. Mevrouw Driehuis, ga uw gang. Dank u wel. Onder het kopje duurzaamheid, ik heb even geen paginanummer, maar wanneer kan de Raad het voorstel tegemoet zien in zaken de uitkomsten van de werkgroep duurzaamheid? En dan bedoelt u de uitkomsten op het onderwerp biodiversiteit volgens mij. Ja, gaat uw gang, de heer Huizing. Voor het zomerreces. Dank u wel. Dan mevrouw Sieben met de vraag, VVD. Ja, dat gaat ook over een onderzoek. De afvalverwerking is behoorlijk negatief uitgevallen ten opzichte van de begroting. We hebben daar ook al heel vaak over gesproken. En er wordt steeds gezegd, er lopen verschillende onderzoeken. Maar wij zijn wel heel benieuwd wanneer er nu eens een keer iets gepresenteerd wordt. Wanneer we iets krijgen aangeboden. Ja, iets krijgen aangeboden is misschien wat vaag. Zoals u weet, we hebben de afgelopen jaar diverse maatregelen doorgevoerd. We hebben daar ook iedere keer de discussie gehad. Aan de ene kant, we willen onze inhoudelijke doelstelling behalen. Aan de andere kant, we hebben een afvalstofheffing die door onze inwoners betaald wordt. En de opdracht was iedere keer, u moet er en voor zorgen dat de inhoudelijke doelstellingen beter behaald worden... En ook dat onze inwoners niet meer en liever nog minder geld kwijt zijn. Nou, die discussie die willen wij in ieder geval graag bij de kaderbrief gaan voeren. Dus daar treft u in de kaderbrief ook wat over aan. En dan nog een onderwerp wat in de raad ook de laatste vergadering al steeds aan de orde is geweest. Ik dacht, ga ik hem nu omschrijven of ga ik gewoon zeggen tariefdifferentiatie? Ik ga gewoon zeggen tariefdifferentiatie. En de manier waarop, daar willen we ook graag met uw raad over in gesprek. Omdat ik al ook heb geproefd en datzelfde geldt voor onze andere area-gemeenten Emmen en Hogeveen. Dat daar eigenlijk steeds breder het besef komt. We moeten gewoon, als we de dalende trend is, maar als we die laatste stap willen zetten, moeten we naar een andere manier van bekostiging. En dan moeten we het gesprek, denk ik, met elkaar aan van welke opties hebben we daarin en welke keuze willen we gaan maken en wanneer. Maar de aankondiging staat in de kaderbrief en daar staat ook wat ons betreft de keuze. Laten we ons nu maar eens gaan focussen op het behalen van de inhoudelijke doelstellingen. En dan op lange termijn gaat dat sowieso positieve effecten hebben op het tarief, maar op korte termijn misschien niet. Ja, dan heb ik nog wel een concrete vervolgvraag. Bij technische vragen is er aangegeven dat er een onderzoek werd gedaan naar de verschillen in de kwartalen, in de kilo's huisvuil die werden aangeboden. En er werd aangegeven dat ze graag nog even het eerste kwartaal van 2020 wilden afwachten, zodat we een heel jaar hebben, hè, waarin we met de frequentie in het ophalen van het afval zijn gaan wijzigen. Kunnen we die dan nog krijgen voor de behandeling van de kaderbrief? Ja, dat gaat dan denk ik inderdaad. We hebben de cijfers over 2019 en daar merken we dat het eerste kwartaal van 2019 voor de wijziging, daar zien we opeens een sterke toename in de cijfers en daarna daalt hij wel. Ik durf u niet toe te zeggen dat we die hebben voor die behandeling, niet voor de behandeling van de kaderbrief. Ik vind het wel belangrijk dat we, als we met elkaar het gaan hebben over een andere manier van bekostigen, dat we dan ook gewoon even een actuele stand van zaken hebben. Dus die toezeggingen wil ik sowieso wel gaan doen. En er is ook nog een ander onderzoek wat loopt. En dat gaat ook over, met name over de overschrijding. En dat is naar de afkeur. Van hoe kan het nou opeens dat we zo'n hoge afkeur hebben en klopt dat wel? Daar is zeker, of in Emmen heeft daar het initiatief genomen in overleg met ons ook om daar een proef te gaan doen. Nou, die resultaten daarvan die willen we ook graag doorvertalen naar wat betekent dat voor Coevorden. Dat is voldoende, daar zijn we heel benieuwd naar. Oké, dat is mooi. Verder nog anderen op dit programma, openbare ruimte? Niet meer. Dan gaan we door naar 5, dat is bestuur en organisatie. Daar vragen over. Richting college. Ja, mevrouw Driehuis-Pak. Ik heb eigenlijk 2 vragen met betrekking tot Brest en China, dus die kan ik misschien wel in één keer stellen. Wanneer wordt het standenonderzoek met betrekking tot de wensen van de ondernemers met betrekking tot China opgeleverd? En zo ja, wanneer wordt dit dan gedeeld of wordt dit gedeeld met de Raad? En u geeft aan dat de economie de belangrijkste motivatie is voor de stedenband met Brest. Kunt u aangeven hoeveel bedrijven er in Coevorden al zaken hebben gedaan met bedrijven in Brest, in welk jaar dat dan was en hoeveel geld daarmee gemoeid is? Ook nog achter de komma, of een uitdaging hoor ik voor de heer Bouwmeester. Ja, laat ik met China beginnen. Want die vraag is nogal betrekkelijk overzichtelijk. U verwijst terecht naar het onderzoek wat inzage moet geven in de vraag of er vanuit ons eigen bedrijfsleven ook het idee bestaat, of er daarbij het idee bestaat dat een rol voor hun gemeentelijke overheid richting China hen zou kunnen helpen. Dat onderzoek is nog in gang en u mag van mij verwachten dat ik ook als invulling op de toezegging die ik eerder heb gedaan, namelijk dat als mijn conclusie zou gaan worden dat er aanleiding was om het internationaal beleid uit te breiden met China, want dat valt er nu niet onder, dat u van mij daartoe een onderbouwd voorstel mocht verwachten. En daar speelt dat onderzoek natuurlijk een belangrijke rol. Dus ik verwacht dat dat wel met de vertraging die we hebben opgelopen door de coronabeperkingen die het bezoeken van diverse bedrijven door deze studenten wel een beetje met zich meebracht, dat dat toch nog nou, zeg maar even ruim voor het najaar beschikbaar zal zijn. Ja, dan Brest. Nou, u heeft gezien wat er in het jaarverslag staat over de activiteiten die er in Brest worden uitgevoerd. U verpakt uw vraag zo, van nou, wij denken dat u het succes van de inzet in Brest moet afmeten aan het feit hoeveel bedrijven uit Wit-Rusland zich hier nu hebben gevestigd. Nou, het antwoord daarop kan heel eenvoudig zijn, namelijk 0. Mijn stelling zou echter zijn, volgens mij is dat niet de maatstaf die we ernaast moeten leggen. En die discussie die wil ik graag op elk moment met u voeren. Maar volgens mij gaat dat wel een beetje buiten het bestek van het behandelen van de legitimatie van wat we in 2019, het afgelopen jaar, hebben gedaan. Waar dit jaarverslag over gaat. Want dan hebben we het even feitelijk over de vrij principiële vraag. Is er wat dat betreft nu een aanleiding om datzelfde internationaal beleid nog een keer bij te stellen. In het jaar dat we 20 jaar stedenband met Brest herdenken. Want dat is dit jaar 20 jaar geleden dat we dat hebben aangegaan. Dus op zichzelf kan dat aanleiding zijn om nog eens eventjes de balans op te maken. Te zeggen, nou ja, en hoe pakt dat nou uit? Maar nogmaals, dat valt een beetje buiten bestek, denk ik, van de bespreking van datgene wat in het jaarverslag over de activiteiten is opgemerkt. Ja, gaat uw gang, mevrouw Driehuis. Ik had ook het gevoel dat u een iets andere bedoeling met uw vraag had. Dat klopt. Maar goed, ik snap wel wat de portefeuillehouder wil zeggen. Ik zou dat op zich wel heel mooi vinden om daar gewoon eens een evaluatie over te houden. En dan misschien met alle partijen is een debat over hoe zien we dit, die internationale samenwerking Brest-China nou eigenlijk. Ik denk dat dat wel mooi is om dat misschien dan ergens na het reces is te plannen. Lijkt me een prima voorstel aan de commissie. Ik zie hier en daar wel wat geknikt, dus volgens mij kunt u daar vast wel medestanders voor vinden. Ja hoor, gaat u gang. Voorzitter, misschien toch wel even goed dan, om nog even in herinnering te roepen. Ik heb zojuist niet voor niets gesproken over, is er aanleiding om het internationaal beleid wat u heeft vastgesteld, om dat te herzien of te actualiseren zo u wilt. En ik heb toegezegd dat dat wat mij betreft in ieder geval geldt voor de vraag of er aanleiding is om het uit te breiden, dat internationaal beleid met China. Zo zou je in dat kader ook nog een keer kunnen stilstaan bij de overige uitgangspunten van het internationaal beleid. Maar voor wat betreft Brest hecht ik er toch wel aan om u er toch ook nog even op te wijzen dat we in feite aan de hand van de tussenrapportage, de tussenevaluatie die een tijd geleden alweer hier in uw midden aan de orde was, ook hebben aangegeven, nou dan lijkt het ons goed dat ook van de zijde van uw raad wordt deelgenomen aan dat bezoek waarnaar in het jaarverslag wordt verwezen, ter gelegenheid van 1000 jaar Brest. Om ook wat gevoel bij een aantal van uw collega raadsleden voor de inhoud van die band te hebben. En mocht er daaruit aanleiding voortvloeien om inderdaad uwerzijds initiatieven te nemen om inderdaad op dit punt ter discussie te stellen. Maar dan gaat het nogmaals over de eventuele mogelijke wijziging van het internationaal beleid. En dan zou dat ook mijn voorkeur hebben om dat op die manier aan te vliegen. Wel, ik schat zo in dat de commissie daar wel mee uit de voeten kan. Dank u wel. Verder nog op programma 5. Ja, de heer Heling, CDA. Ja, ik had een vraagje over de BOA's op pagina 44. Die zijn specifiek ingezet. Ik ben nog net eventjes de tekst kwijt, want ik flap nog net aan het begin toe. Is dit succesvol geweest, is de vraag erbij. Ja, ik vind van wel, maar de discussie is natuurlijk dan wat verstaat u onder succes. Wat ik constateer is dat we veel flexibiliteit hebben gewonnen door de mogelijkheid om onze eigen BOA in te zetten. Ook in samenhang overigens met aanvullende capaciteit die we inhuren via de Stichting Veiligheidszorg. Die goede afspraken ook hebben met de lokale vertegenwoordigers van ons gezag in de vorm van de politie. Dus er kan ook makkelijk worden geëscaleerd als er aanleiding zou kunnen zijn. En die flexibiliteit, die wordt denk ik breed gewaardeerd. Ook in de organisatie daar waar op verschillende plekken aanleiding is om de vraag eens even neer te leggen met de collega's die de BOA's aansturen. Om te zeggen, joh, zou dit of dat niet eens even kunnen? He, dan hebben we dat in eigen hand, zou je kunnen zeggen. En zeker ook in deze coronatijden hebben we natuurlijk ervaren hoe plezierig het is, dat we mensen, ook BOA's, hebben rondlopen die inmiddels toch een vrij goede bekendheid over het hele gemeentelijk grondgebied te hebben. Want ze zijn niet echt beperkt tot een bepaald deel. Natuurlijk is hier het parkeren een belangrijke. Daar heeft u raad eerder iets over gezegd, dat het ook belangrijk is om die blauwe zone in de gaten te blijven houden. Maar ze komen echt op alle andere plekken ook. Denk ook even aan de kibbelkoelen, een eerder geconstateerde plek waar wel behoefte aan toezicht bestond. Dus dat maakt dat ik het graag wel succesvol zou willen noemen. Ik moet ook eerlijk zijn, we staan in het jaarverslag staat er een passage over hoe we denken dat uiteindelijk het veiligheidsbeleid nog veel meer ook conform dat verbindend besturen zou kunnen worden opgebouwd. Waarbij ook de BOA's, net als de wijkagenten, voor ook onze inwoners heel makkelijk benaderbare eerste ingang zijn bij een eventueel ontstaan gevoel van niet-pluis. Vanuit kennen we eigen buurt. Als u wat bijzonders ruikt, ik wijs even op de campagne die er was ten aanzien van ecstasy en dat soort zaken. Als men met dergelijke indicaties zit, dan is het wel heel plezierig dat men ook een BOA kan aanklampen die in de buurt bekend is en vindbaar is. En van daaruit onderop, dus zeg maar even het veiligheidsbeleid en de prioriteiten vormgeven, dat is nog wel een paar slagen verder dan af te lopen. Dus daar zijn we nog niet helemaal waar we zouden willen komen, maar de bestuursperiode is ook nog niet afgelopen. Dank u wel. Verder nog op programma 5 van Katerberg, CDA. Ja, dank u. Toen het eerder ging over de nieuwe regels voor het stimuleringsfonds, hebben wij gevraagd of wij de informatie kunnen krijgen die ook naar de dorpsbelangen zijn gegaan. En kan dat nog? Kunnen wij dat krijgen? Ja. Kort maar krachtig. Verder nog? Gaat u gang. Ja, nog even over de klantreizen. Zijn dat ook al genoemd? Een informatiebijeenkomst hierover en de manier waarop die punten uit de evaluatie worden ingezet is ons al toegezegd. En ook de ontwikkelingen in personeelsbeleid, daar gaat het op bladzijde 85 over, vinden we interessant. Is het al bekend wanneer deze informatiebijeenkomst volgt? Nou, dan kijk ik ook even naar de Griffie zelf, want in de samenspraak tussen Griffie en de ambtelijke organisatie vindt die planning natuurlijk plaats. U weet dat wat mij betreft graag over deze ontwikkeling. Het kwam net als het ging om het proces vergunningverlening al even aan de orde. Maar die klantreizen als instrument, daar zijn de eerste ervaringen wel mee opgedaan. Dat wordt beschouwd als een hele nuttige wijze om inderdaad ook de blik van onze medewerkers nog veel meer van buiten naar binnen te doen richten. Een belangrijke bijdrage aan de verbeterambities die er ook bestaan. Nou, daar vindt u ook in de kaderbrieven het een en ander over. Want dat moet natuurlijk wel gelijk oplopen met de houding die we bestuurlijk en nu als politiek willen uitstralen en kunnen waarmaken. Dus wat mij betreft, anytime, als het u schikt. En dan pakken we uit zo breed als u maar wilt uitpakken. En misschien nog aanvullend, volgens mij ligt er een voorstel om in de agendacommissie even te herijken op sowieso de themabijeenkomsten. Want niet alles is doorgegaan en niet alles is meer in de periode na het reces te proppen. Dus dan moeten we ook even kijken waar de behoefte van de raad het grootst ligt, denk ik. Oké, prima. Anderen nog op dit programma? Niets. Dan kunnen we door naar 6. Dat is het programma 6 en dan gaan we door die kopjes duidelijk financiën en zo even los. Niet op 6. Dan gaan we naar de tegel financiën. Zijn daar vragen over? Niet. Ik moet even doorscrollen, dan gaan we naar de paragrafen. Zijn daar vragen over? Ook niet. En wat hebben we dan nog over? Het valt nog niet mee, zo'n digitaal document. Wat hebben we dan nog? De jaarrekening? Ja? Zijn daar vragen over? Alles duidelijk. En dan alleen de bijlagen nog? Ja, die doen we apart, de stukken op de agenda. Oké. Ja, ik kan het zo snel niet vinden. Zijn er nog verdere vragen over het jaarverslag? Zou het zo eens doen? Nee, ik kan het zo snel niet bijscrollen. Maar ik geloof niet dat er nog vragen zijn. Niemand die zich tekort gedaan voelt, die zich nog wat op een briefje had. Nee? Mooi. Dan is dat stuk afgerond. Controleverklaring noem ik dan nog maar even. Zijn daar nog vragen over? Of het accountantsverslag. Of de brief aan de raad van het auditcomité. Dan wel het raadsvoorstel. Nou, volgens mij hebben we dan alle vragen beantwoord en is alles volstrekt duidelijk. Dan hoor ik graag van deze commissie, van de fracties, hoe u dit stuk verder wilt bespreken of wilt afhandelen in de raad. Zijn daar suggesties of ideeën voor? Ik kijk de heer Holtjes maar eens aan, BBC. Nee, ik heb een heel mooi klein stukje papier wat de fractie van BBC 2014 betreft, een hamerstuk. Ik spreek namens onze fractie. We hebben met gepaste trots de door Astrium accountants gecondoleerd en goedgekeurde jaarcijfers van 2019 gelezen. Gelukkig beschikt onze gemeente over een voldoende gezonde financiële positie. En zou derhalve, maar goed, het corona geeft ons wellicht een iets andere dimensie, maar in staat moeten zijn om de toekomstige tegenvallers op te vangen. Het gemeentebestuur zelf wat ons betreft al jaren scherp aan de wind met een heel degelijk financieel beleid. En daar plukken we duidelijk hier nu de vruchten van. Maar zuinig en verantwoord omgaan met de middelen blijft wat ons betreft wel het parool. Zeker met alle onzekerheden die dus in het verschiet liggen. Een positief resultaat van 1,5 miljoen. Weliswaar iets wat vertekend vanwege de niet uitgegeven klimaatgordel. Dus we spreken eigenlijk van 1,3 miljoen. Kijkend naar veel andere gemeenten om ons heen valt met name het goede resultaat van binnen het sociaal domein op. Zonder anderen tekort te doen is dat zeker een compliment waard voor de portefeuillehouders en al die medewerkers die zich binnen en buiten het gemeentehuis verantwoordelijk en betrokken voelen bij het sociaal domein. Alle betrokkenen hebben het duidelijk met verve hun taak vervuld, maar het blijft een zeer uitdagend terrein. Dat is ook vanavond gebleken uit verschillende vragen en beantwoording van de portefeuillehouder. De kostenontwikkeling in de taken, ook genoemd zorg, werk en jeugd, zijn voor de nabije toekomst zeer zorgelijk. Het Rijk compenseert weliswaar de gemeente daarvoor, ook na herhaalde oproepen, maar wellicht nog steeds onvoldoende. De grenzen zijn wat onze fractie betreft onderhand wel bereikt van wat financieel gezond is. Hopelijk kunnen we met extra steun van de overheid, zonder aan onze zorgplicht te tonen, de uitgaven beheersbaar houden. Zover voorzitter. Dus wat ons betreft, hamerstuk compliment. Dank u wel voor uw heldere bijdrage. CDA, bij monden van mevrouw Katerberg. Dank u wel, voorzitter. Nou, wij kunnen voor een heel eind helemaal meegaan met de BBC. Bijna dezelfde woorden heb ik hier ook staan. Ik vind het ook nog wel, als je het hebt over onze gezonde financiële positie, vind ik het ook wel goed om te noemen, ook de sfeer waarin wij met elkaar omgaan. Wellicht heeft dat ook met elkaar te maken. Nou, als je financieel goed gaat, dan is het ook niet zo spannend, maar ik vind het ook wel noemenswaardig. Als ik hoor in de gemeenten om ons heen hoe ook dat gaat, dan verdienen wij ook met z'n allen een compliment. Dus dat wou ik er nog even aan toevoegen. Dank u wel. De heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Het jaarverslag de jaarrekening staat goed in elkaar. En we hadden daar ook geen vragen over. Maar ook het beleid wat is gevoerd, ja, dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Wat ook de heer Holtjes net zei, dat is goed gegaan. Ik denk ook dat daar aan de vorige wethouders vier ook de nodige aandacht aan heeft besteed en dat goed heeft vastgehouden. Ja, wij kunnen niet anders van zeggen dan dat het een goed jaarverslag is. En als het goed is goed. En dan, wat ons betreft, mag het wel een hamerstuk zijn. Dank u wel. De heer Mulder, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Ook van onze zijde complimenten en zeker ook met het resultaat. We zouden dit graag dit jaar zo continueren, maar de winstwaarschuwingen die zijn vanavond wel naar voren gekomen. Ook daar hebben wij het in onze fractie al over gehad en we zien die tegemoet in de kaderbrief, de bespreking daarover. En wij zullen gaan voor onze standpunten als PvdA-fractie, waarin we met name de jeugdzorg, het sociaal domein, dat zal toch voor ons een heilig huisje zijn. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel. Nou ja, eigenlijk sluit onze fractie zich aan bij de andere fracties. Ik wil toch nog wel even hetgeen wij belangrijk vinden aangeven. Het jaarverslag is duidelijk. Alle vragen die we hebben, die zijn keurig beantwoord en toegelicht. Complimenten ook voor de organisatie daarvoor. De enige onzekerheid die blijkt is de post van €776.000. Maar goed, blijkbaar is dat te wijten aan informatieverstrekking van de zorgaanbieders. En tijdens het technisch vragenuur is ook al aangegeven dat een deel van die onzekerheid al weggenomen is. Dus we zijn alweer wat verder in de tijd. Het jaar 2019 wordt afgesloten met een positief saldo van 1,5 miljoen. Hiervan wordt 241.000 overgeheveld naar 2020 voor de klimaatgelden. Het resultaat van €1.270.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dus wij kunnen ook instemmen met het raadsvoorstel. Wel blijft de VVD van mening dat de gemeente geen spaarpot is. We hoeven niet alles op te potten. Maar we zijn wel zo realistisch dat we inderdaad, winstwaarschuwing werd net al genoemd, dat met alle ontwikkelingen met betrekking tot de corona en de krimp die wordt voorspeld in de economie van 6%, toenemende werkeloosheid, het op dit moment ook goed is om de reserves te houden. Dan kunnen we die ook inzetten als we die nodig hebben straks. Welke impact alle maatregelen op de begroting en de middelen heeft. Dus dat houdt ook in dat we voor de middellange termijn kritisch moeten zijn op de investeringen en de uitgaven. Hier komen we ook bij de kaderbrief natuurlijk nog op terug. En verder kan wat ons betreft het jaarverslag als hamerstuk door naar de Raad. Dank u wel. Mevrouw Driehuis. Pak. Ja. Nou ja, goed, ook ik sluit eigenlijk aan gewoon bij de andere fracties. Complimenten aan de organisatie. Ik sluit me ook wel aan bij wat mevrouw Katerberg aangeeft. Ook wel complimenten voor onszelf. Ik denk dat we het met z'n allen, zowel ambtelijk als raad, gewoon heel erg goed doen. Heldere jaarrekening. Bij ons wel wat zorg over de tekorten, jeugdzorg, WMO, het sociaal domein. Nou ja, zeker ook omdat we de inkomsten vanuit het Rijk zien teruglopen. Ik ben erg benieuwd wat dat in de toekomst gaat doen. Wat zijn de effecten van corona het komende jaar? Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. En ik ben gewoon heel benieuwd naar de kaderbrief. Dus we gaan zien wat dat gaat brengen. En wat ons betreft ook een hamerstuk. Dank u wel. Ik kijk nog even richting college. Of er nog behoefte is om even te reageren na zoveel waarderende woorden over deze stukken. Ja, nee, dat kan ook. En soms is nederigheid bij zoveel complimenten ook heel mooi om te zien. Dus we kunnen ook het agendapunt hiermee afronden als dat uw behoefte is. Ja, nou, dat is ook mooi. Prima. Dan hebben wij nog te doen één lijst van toezeggingen. Dus die stel ik maar aan de orde. Zijn er vragen over de lijst van toezeggingen? De heer Blanken, PvdA. Nou, dank u wel, voorzitter. Ik zie bij punt 128, daar zag ik staan, dat zijn er twee die bij 128 staan. En bij de eerste, dat gaat over het voorstel Jongerenraad in zaken herinvoering. Dat wordt... Ja, er staat exact hetzelfde bij als bij de volgende. Dat is de motie van het CDA Bouw Paasvuren. Nou, volgens mij klopt dat niet helemaal, dus het is misschien goed om daar nog eens naar te kijken. Oké, maar goed, het staat bij beide staat een stukje over de paasvuren. En het tweede puntje is, er staan een aantal brieven en adviezen van de jongerenraad. En ik was eigenlijk wel even benieuwd, hè, want er zit inmiddels wel best een tijd tussen. Of de jongerenraad hier ook nog van op de hoogte gehouden wordt, hoe dit verder gaat, deze punt. En kunt u dan de onderwerpen even noemen, want anders wordt het wel heel ingewikkeld. Ja, dat wil ik. Dat gaat onder andere over punt 126, dus een advies van de jongerenraad in zaken aanleg van het Gebra-pad. Punt 127, advies van de jongerenraad in zaken plaatsing blikvanger aan de Krimweg naast de EDS-plein. Nou, dan met schoolzwemmen, die herinvoering, waar ik het net over had. En de brief van de jongerenraad in zaken het onderbrengen van de sporten, freerunning, scheting en BMX onder het sportbeleid. Dank u wel. U vraagt dus of er vanuit het college of de organisatie contact is over de voortgang of de status op deze onderwerpen. Ik kijk even richting college. Het is een wat diversiteit aan onderwerpen, maar er wordt denk ik vooral gevraagd naar de communicatie met de jongerenraad. Ja, voorzitter, daarom ben ik ook geneigd om mezelf maar op te staan. Er is regelmatig contact door onze griffier en onze secretaris, meest recent nog weer onderhouden met de jongerenraad, om in ieder geval te spreken over de wederzijdse verwachtingen. Ik ga er maar vanuit dat dit soort onderwerpen, openstaande beelden en verwachtingen en uitspraken die ze hebben gedaan, daarbij ook op de agenda staan. De exacte invulling daarvan moet ik dus schuldig blijven, dus we zullen even op moeten halen. Maar mijn indruk is, en dat is denk ik inderdaad de achterliggende zorg die wellicht doorklinkt, zijn we de jongerenraad vergeten, of de individuele leden daarvan geenszins. En volgens mij hebben ze die indruk ook niet. Oké, dan kijk ik of er verder nog vragen waren. Ja, mevrouw Katerberg nog. Ja, gewoon even heel praktisch, of die blikvanger er nu staat. Want daar heb ik de vorige keer ook naar gevraagd. En even aansluitend, 107 gaat over de regio-deal, waar we ook voor de zomer een tussenstand van zouden krijgen. Daar heb ik ook de vorige keer naar gevraagd. Maar ook dat zal krapjes worden voor de zomer, want dat is toen toegezegd. Oké, blikvanger is denk ik portefeuille de heer Huizing en de regio-deal Stegen, denk ik. Ik zou het niet durven zeggen, voorzitter, of de blikvanger wel of niet geplaatst is. Ja, en dan zijn we weer bij het begin van deze vergadering. Kijk, want dat is wel iets waar ik dan niet zo heel vrolijk van word. Nee, maar er moet even nagevraagd worden. En dat wordt denk ik gedaan. Ja, ik zie een knik. En wat was uw tweede punt, regio-deal? Had u een vraag over? Komt daar nog reactie op? Komt die tussenrapportage voor, ja, Bouwmeester voor de zomer is de vraag volgens mij. Ja, voorzitter, omdat ik er zijn natuurlijk meerdere betrokken portefeuilles bij de regio-deal, langs de pijlers, dan gaat het meer over de inhoud. Overal, denk ik als lid van de stuurgroep, dat ik daar het beste iets over kan zeggen. Er wordt op dit moment natuurlijk gewerkt aan een evaluatie van waar staan we nu in de regio-deal, en zodra die beschikbaar is, dan hebben we het er hier ook over. Want we weten met elkaar dat de regio-deal een belangrijk instrument is wat bij u ook vaker de aandacht heeft gehad. Ik zal bij de bespreking van de kadernota, want daar komt het onderwerp regio-deal natuurlijk ook aan de orde, proberen die helderheid te kunnen geven. Dank u wel. Verder nog vragen en luistertoezeggingen? Die zijn er niet meer. Nee, die zijn er niet meer. Mooi, dan ronden we die af. Hebben wij nog een verslag, commissie 12 mei vast te stellen. Daar nog opmerkingen over? Die zijn er niet. Dan komen we daarmee aan het einde van deze vergadering. En dan rest mij u allen een wel thuis te wensen. Tot ziens.